De NS die daarmee te maken heeft, heel interessant. We gaan wat mensen bellen om te kijken wat hun reactie is. Dag Marieke, met Mariska de Haas. Ik ben niet op voorbereid en ik sta nu op een vlucht. Dus ik ga het nu ook afpakken. Maar dit is het telefoonnummer van de woordvoering. Oh, nou, dat is snel. Marieke Timmermans gaat dus nu met vakantie. En waar is dan Petra erbij? Oké, dan gaan we dat even varen. Ja. Sorry, maar Mariska de Haas, waar ben je van? Van de Blue Tiger Studios. Blue Tiger Studios, aha. Ja, dat kent u wel, hè. En wij... Sorry, maar wij gaan dit gesprek beëindigen. Oké, nou hartstikke fijn. Oké, fijne dag nog. U ook, dag. Ja, dag. Oké, 1. Hij geeft je in alles gelijk waar hij je gelijk kan geven. Mm-hmm. 2. Ze hebben echt per uitgavenpost alles in de boeken staan. Daar ligt hij. Echt wel. Hij ligt. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio aan de Waanzinbar. We gaan het over andere dingen hebben dan normaal. Want Menno zit niet naast mij, maar Mariska de Haas. Mariska, ontzettend leuk dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Leuk dat je weer helemaal vanuit het Brabants hier naartoe bent gekomen. Lange reis, goede reis gehad? Lange reis, maar wel een goede reis, mooi, ja. Mooi, ja. Je kunt toch altijd wel wat doen in de auto, hè? Een beetje bellen en zo. Ja. Ik ben een vrouw, hè. Dus op de speaker, beste vriendinnetje bellen. En dan babbelen we. Dan ben ik opeens hier. Ah, zo doe je dat. Hey, maar ter gelegenheid daarvan. Ik heb een Hongaarse wijn voor jou ingeschonken, dat je het even weet. Van Konyari. Pava. Okay. En uit 2017. En dat is het beste jaar in Hongarije. Meen je niet? Ja, dat is echt een heel goed jaar. Hebben ze sinds die tijd geen goede jaren gehad? Jawel, eigenlijk vanaf 2015 hebben ze hele goede jaren gehad. Oh, en 2017 is zeg maar een topjaar. 2015 okay. Eigenlijk ook. Nou, proost. Leuk dat je aanschuift, Mariska. Ja, proost. Want Mariska is bij minister Kovács geweest. In het geval wil dat ik daar nu 2 jaar geleden ook ben geweest. Ja, dus 2 jaar na dato ben jij in je eentje daar. Ik was toen met Henk-Jan Prosman voor Epoch Magazine bij minister Kovács, staatssecretaris toen, geloof ik. Nu is die minister. Nu is hij woordvoerder van het parlement. Dus is interessant. En hij heeft heel veel leuke dingen tegen jou losgelaten, zou ik het zo maar zeggen. En dat interview dat komt dus ook in Epoch Magazine, het najaarsnummer. Dus wij hebben nu 2 jaar... op rij, waarin we alleen maar voorjaar en najaar een Epoch uitbrengen. Dit najaarsnummer komt dus het nieuwe interview met Kovács erin. 2 jaar na dato, nadat Henk-Jan en ik daar zijn geweest. Wij gaan het over Kovács hebben en over veel meer. Dus onder andere Hongarije. We gaan ook nog het hebben over COA en de vluchtelingen. En de NS die daarmee te maken heeft. Heel interessant. We gaan wat mensen bellen om te kijken wat hun reactie is op allerhande problemen van veilige landers, annex vluchtelingen. Met de NS, met... jij bent in Budel geweest, maar je bent in Servië geweest. Ja. Je bent op verschillende plekken van die vluchtelingenstroom of migratieroute geweest. Daar gaan we het over hebben. En natuurlijk over Kovács, maar niet voordat wij naar de... niet eens meer boekenbreak, want het is een advertentiebreak geworden. Wij gaan het... wat ik op de vorige Waanzinbar als reactie kreeg is... Tom, waarom doe je nou niks voor vrouwen? Het is allemaal mannenzooi. Ja. Wij willen ook wat. Nou, Mariska zit aan tafel. Dus het moment om bekend te maken dat Parelmoer... In september gaan we van start. Parelmoer gaat niet alleen maar dingen voor mannen verkopen. Maar ook voor vrouwen. Gelukkig, want er is zoveel moois op de wereld. En, ja? Niet alle kijkers zijn man. Bijvoorbeeld, kijk, ik doe dit al heel lang. Ik koop al heel lang Italiaanse stoffen in. Voor gordijnen en meubels en dergelijke. Dat doe ik allemaal op persoonlijke titel. Dat haal ik daar. En ik doe mijn eigen gordijnen ervan. Of stoelen of meubelstoffen. Maar we hebben ook Portugees tafellinnen. Ja, is prachtig natuurlijk. Ja. De Portugees tafellinnen is... dat zijn de stoffen dingen. Dus daar gaan we ook zeker mee van start. Het mooi geweven Italiaanse stoffen. Mooi geweven Portugees linnen, tafeldoeken uit 1 stuk. Echt schitterend mooie dingen. Maar als we deze dan wegdoen, dan denkt u, wat staat hier nou? Nou, dit is van een merk wat onze humidors, dus de sigarenkisten, maakt. Maar ze hebben dus ook met intarsia, dus ingelegd hout, hebben ze een juwelenkist. Heel mooi van binnen ook. Oh, wauw. Ja, je ringen, kettingen en dergelijke. En dat heb ik natuurlijk speciaal ook voor de dames
kijkers ingekocht. Heeft u wat om op te slaan? De ringen, de kettingen, misschien ook een paar horloges. Dat kan er allemaal in. Helemaal ingelegd met hout. Dit is de meest decoratieve kist die we hebben. Dus zelfs de mannelijke sigarenkisten, die zijn niet zo mooi afgewerkt als deze. En terecht. Ja, echt heel mooi. En we hebben natuurlijk nog een verrassing. En dat komt dan ergens onderweg in deze uitzending komt u dat tegen. Ondertussen heb ik natuurlijk al gezegd dat deze waanzinbar staat in het teken van dat gesprek met Kovacs. Dat interview komt integraal in de najaarsepoch te staan. En die epoch kunt u ook al voorbestellen. Maar u kunt zich natuurlijk ook abonneren op Epoch Magazine. En dan krijgt u 4 nummers voor 1 jaargang. En dat wordt, als het goed is, gaan we daar weer ook echte jaargangen van maken. Maar nu in deze 2 jaar even 2 nummers per jaar. Dus dan begint uw abonnement bij het afgelopen voorjaarsnummer. En dan het komende najaarsnummer. En dat krijgt u allemaal gewoon op de mat. Wanneer is u geabonneerd? Met een gratis boek. Dat is De Bouwmeesters van Europa. Een waanzinnige grote favoriet van mij. Want dat is een heel mooi boekje over hoe de katholieke denkers, de kloosters en de universiteiten aan de bakermat van de Europese beschaving stonden. Vanaf het jaar 1100 begon het een enorme oploei te krijgen. Dat stokte tijdens de Renaissance en de Reformatie. Maar niettemin gaat dat boekje over een speciale periode van de geschiedenis, over hoe belangrijk het katholieke geloof was voor de groei van de Europese beschaving. Want zonder dat katholieke geloof bleef het gewoon nergens. En omdat het zo'n weinig populair thema is, hebben we dat boek dus gratis in het abonnement gedaan. Dus u krijgt, als u zich nu abonneert op Epoch Magazine, www.epoch.media, dan krijgt u niet alleen het eerste nummer van uw jaargang, dat is het afgelopen nummer 19, maar ook dat gratis boek erbij. En natuurlijk het najaarsnummer, wat dit najaar dan gaat volgen met dat interview van Kovacs. Met heel veel over uw tuin, uw moestuin die u gaat aanleggen of die kas die u gaat bouwen. Want druivensap, daar kun je wijn van maken. En meer van dat komt allemaal in die epoch te staan. En ook in het nummer daarna, dat gaat allemaal over de tuin, over het kiemen van je zaden. En weet ik veel wat we allemaal nodig gaan hebben. Omdat het een hele moeilijke tijd gaat worden en eten steeds duurder gaat worden. En het natuurlijk ook veel leuker en beter is om je eigen voedsel te verbouwen. Omdat je dan niet meer van die supermarkt afhankelijk bent. Ja. Want tegenwoordig komen de uien niet meer uit Huizenmeeden, maar die komen helemaal uit Nieuw-Zeeland. Gewoon in onze supermarkt. Bizar, maar dat krijg je wanneer de boerenagenda of de anti-boerenagenda helemaal uitgerold wordt. In ieder geval www.epoch.media voor al uw epochs. Zo, nou, was dat een goede advertorial? Was het echt goed gedaan, ja. Ik heb wel even een slok wijn nodig, hoor. Ik weet trouwens wel iets heel leuks voor als je een kas hebt. Heel veel kassen worden van de buitenkant heel vies, snel. Yeah. En als je kas vies... Wij hebben vroeger ook wijn gemaakt. Hadden vroeger thuis ook een kas. Ja, echt? Toen ik kind was, mocht ik echt met mijn blote voeten in de druivenbak. In de druivenbak. Die wijn was overigens niet te drinken. In Nederland? In Nederland, dat is in Brabant. Niet, echt, ja, nee, dat is echt... We hebben geen goed wijnklimaat. Nee, we hebben geen goed wijnklimaat, maar we hebben het wel gedaan. Ja. En dus ik weet wel hoe je wijn maakt. Maar die kassen, die worden van de buitenkant heel snel heel erg vies. Ja. En met alg of zo, of aanslag? Wat is het voor iets? Nou, van alles. Vogelpoep, algen. Oh, ja. Het kan van alles zijn. Dan kijk maar naar je auto, hoe snel dat vies wordt. Ja. En dan laat zo'n kas veel minder zonlicht toe. En wordt je druif of je tomaat gewoon niet zo snel schoon. Of niet zo snel en mooi rijp. En nou is er een nieuwe technologie, nanotechnologie. Die kun je dus op je kassen behandelen. Yeah. En dan hoef je je kas nooit meer schoon te maken. Meen je niet? Ja, dat is dus echt super gaaf. Want alles spoelt met regen weg dan of zo? Ja, dus je hebt elke oppervlakte, dus ook dit glas, zitten eigenlijk hele kleine veetjes in. En daar blijft het achter zitten. En daar blijft al het vuil achter. Zij maken het helemaal glad. Yeah. Als je dus die nanotechnologie erop laat zetten, dan hoef je ze nooit meer, levenslang nooit meer schoon te maken. Er komt 1 regenbui en ze zijn levenslang niet meer. Ja. Je kan het bij je zwembad doen, bij je auto doen, bij zonnepanelen doen. Okay. Zonnepanelen leveren dan ongeveer 20% meer zonne-energie op. En kassen dus ook. Dus ik heb best wel met wat boeren gesproken die dat nu doen. Ja.
En, waar kunnen mensen dat vinden of meer over te weten komen? Bij powerwatt.green. Kijk, en daar ga ik zelf ook even naartoe voor mijn kastje. Ja, het werkt echt heel goed. En dan kunnen we testen. Mm-hmm. Kunnen we bij jou, De andere kant is, Mariska, kijk, wij hebben nu kalkwit op de kas. Want je moet die kassen wit kalken als de zon echt veel schijnt. Want de kassen wit. Dat doe je omdat anders je planten in de kas gaan verbranden. Hoe doe je dat dan? Want dan blijft dat kalkwit ook niet zitten waarschijnlijk. Ja, maar dat kun je dus over die coating heen doen. En blijft dat dan wel zitten? Dat spoelt dan, dat gaat niet weg. Want dat is, misschien wel naar een regenbui. Maar ik ga het aan die man vragen. Hoe heet dat? Powerwatt.green. Powerwatt en met dubbel T. Ja. Ja, powerwatt.green. Nou, dan ga ik eens even voorleggen, want dat is natuurlijk interessant. Ja, de grote industriële kassen die hebben geloof ik zo'n verduistering aan de binnenkant van zijn kas. Ja. Dat het zonlicht gefilterd wordt en diffuus wordt. Dat het niet de planten gaat verbranden. Ja. Maar die kleine kassen in de moestuin hebben dat natuurlijk allemaal niet. Nee. Maar ja, goed, die hebben misschien ook niet dat mega probleem dat je kas zo vies wordt. Dat je die hebben juist dat probleem. Ja, want in mijn moestuin, die kas, daar kan ik zo bij even schoonboenen en dan is het ja, klaar. Maar die grote kassen hebben echt een mega groot probleem. Maar voor zonnepanelen is het dan wel heel lekker, want daar kun je slecht bij. En ja, die hoeven niet gekalkt te worden. Die moet je dus, die moet je ieder jaar laten schoonmaken. Dat kost ontzettend veel geld. Ja. En eigenlijk na een paar maanden zie je het rendement al naar beneden gaan, omdat ze al vies zijn. Ja. En, ligt het Sahara-zand er alweer op? Ja, of de vogelpoep. Ja. Of als je een kippenboerderij hebt. Ik ben bij een kippenboerderij geweest. Mm. En die boer die heeft dat ook gedaan bij zijn kippenboerderij. En die zei ook van daar komt natuurlijk heel veel van het stof vandaan. Dus die telde eigenlijk om de paar maanden was het alweer vies. Ja. Dat blijft gewoon zitten. Ja. Ja. Zijn we echt bij een boerderij in Maden geweest. Oké, kijk, Maden. Maden, Maden-Brabant, waar Johnny Romme vandaan kwam. Ja, vlakbij Breda. Johnny Romme kwam daar vandaan. Okay. Mijn grote held uit de jaren 90. Oké. Okay. Schaatser. Oké. Okay. Ja. Gaan we door met jouw bezoek aan Hongarije en het interview met Kovács. Want daarna gaan we naar natuurlijk het echte vuurwerk met COA en jouw asielzoekersdingen. Maar dat loopt natuurlijk eigenlijk ook wel weer naadloos in het thema van nu over. Kovács. Hij heeft heel veel dingen tegen je losgelaten. En dat gaan we natuurlijk allemaal in het POC afdrukken. Maar een aantal dingen gaan we wel uitlichten. Waaronder dus de beschuldigingen dat ze Rusland in de kaart zouden spelen of iets dergelijks. Wat is precies de aanklacht tegen Hongarije? Eigenlijk wordt Hongarije heel erg geframed door de EU. En ze worden geframed als zijnde bijvoorbeeld het vriendje van Poetin. Well, that itself is laughable because that's only political rhetoric. This is a charge, framing, that's been out there for, or rather against Hungary and for Hungary for the past not only months but years. I can tell you that proportionately the nature of connections regarding the Hungarian-Russian relations, you cannot even compare the country's relationship to Russia with Germany, France, Italy, and the bigger, lot wealthier states of Western Europe for the past couple of years. Als je een klein beetje iets van een geschiedenis af weet, dan weet je dat het totale onzin is. Want na de Tweede Wereldoorlog... Ja, is niet zo lollig met de Russen. De Russen waren veel extremer, veel erger dan de Duitsers. Ja. Dus de gemiddelde Hongaren heeft best wel een hekel aan Rusland. Ja. Omdat ze zo onder druk zijn gezet door de Russen. Die waren echt barbaren. Ik weet niet of je wel eens romans hebt gelezen van Sándor Márai. Nee, maar ik ken natuurlijk wel die verhalen over die Hongaarse opstand in de jaren 50. Ja, in 56. En dat is niet fijntjes neergeslagen toen. Ja, nee, en dit was ook het enige land die heeft geprobeerd om zich te beschermen. Ja, toch de Praagse lente had je nog. Ja, maar Rusland, Hongarije is eigenlijk de enige die echt probeerde om op te komen tegen de Russen. Maar dat niet alleen. De economische banden die Hongarije ook heeft met Rusland, die heeft Duitsland nog veel meer. Die heeft Frankrijk nog veel meer. Ja. In Nederland, wij verkopen en kopen ook dingen uit en van Rusland. Ja. En daarin wordt Hongarije heel erg geframed van jullie zijn het vriendje van Poetin.
Terwijl wij dan allemaal eigenlijk bevriend zouden zijn. Maar is Duitsland dan op dit moment nog steeds meer vernetst met Rusland dan Hongarije? Ja, nog steeds handelt Duitsland meer met Rusland dan Hongarije. Terwijl dat hele gasgebeuren is natuurlijk opgeblazen. En Duitsland die doet er alles aan om heel erg tegen Rusland sancties in te stellen en zo, lopen voorop. Maar desalniettemin is er toch nog steeds... De handel is daar nog steeds, wordt daar nog meer handel gedreven dan van Rusland. Het zou natuurlijk ook het zou echt zelfmoed voor Duitsland zijn om alles op te zeggen. Nou, dat is het dus ook. Dus het is dus een frame en het is heel makkelijk om iemand te framen. En de meeste mensen hebben... nieuws is zo breed. Hongarije is natuurlijk een land wat mensen vaak niet kennen. Dus je weet het vaak helemaal niet. Dus het is heel makkelijk om iemand te framen. Maar wat zei Kovács nu dan op dat hele framingsgebeuren? Wat had hij te zeggen? Nou, zij zeiden van, je ziet gewoon dat politici zijn gewoon echt heel erg bang om iets te zeggen in de media. Ze zijn gewoon bang voor journalisten. Welke politici? In Europa of in Hongarije? In Europa. Dus de Europese politici. En die zeggen dan naderhand tegen Orbán, ja goed gezegd, wij durven het niet. En onder andere worden ze ook geframed. Nu wordt er een rechtszaak. Nu kijken ze naar de rechtbank van Hongarije of dat corrupt is. Mm. En de hoofd van het onderzoeksteam is een grote criticus dus van Orbán en van de regering van Orbán. Dus dat hele onderzoek is sowieso al subjectief. Aha. Dus iemand die Orbán moet gaan onderzoeken op zijn Rusland-neiging, zijn Poetin, vermeende Poetin-vriendschappen. Dit is een recht op de rechtspraak, op de objectiviteit. Ja. Dat is iemand die niet objectief is. En waar komt die vandaan? Wie is dat? Die komt ook zelf uit Hongarije, maar die zit in de oppositie van de Hongaarse partij. Oké, en die mag de regering, zijn eigen regering mag die... dat is leuk oppositie voeren. Ja. Zelfs en dat gaat vanuit de EU? Dat gaat vanuit de EU, ja. En daar hebben ze ook het wetenschappelijk bureau uit Hongarije in Europa... heeft ook een brandbrief geschreven naar Brussel. En ook gezegd van, ja, dit kunnen jullie niet maken. Dat is wel echt heel erg, hè? Ja. Dat is heel erg. Ja. Zo, dat en zij zeggen ook van, ik heb de hoofd van het wetenschappelijk bureau geïnterviewd. En die zei ook van, ja, maar ze beginnen nu met Hongarije. Maar ze gaan alle landen die niet seculier zijn, die conservatief zijn, die niet meeloopt met de mainstream van Europa, die gaan ze zo behandelen. Ja. En dus het is niet alleen maar Hongarije waar we bang voor moeten zijn. Het is eigenlijk... eigenlijk moeten we voor heel Europa bang zijn. Ja, gewoon voor Brussel. De NAVO en de EU. Ja. Dat zijn natuurlijk twee echt... verschrikkelijk, joh. Wat een ellende. En dus zo'n onderzoekscommissie. Maar wat zei Kovács inhoudelijk ook nog iets over de rol van Hongarije en Rusland? Zij zijn altijd tegen de oorlog geweest. Zij waren het eerste land dat heeft proberen te bemiddelen om een oorlog te voorkomen. Maar ze waren ook tegen wapenleveranties vanuit het Westen naar Oekraïne. Ja, en ze waren ook het enige land, of een van de weinige landen die echt tegen de wapen... Dat heb je toen een jaar geleden hier al gezegd. Ik heb het een jaar geleden hier gezegd en ik heb toen ook gezegd... Oekraïne is een van de meest corrupte landen van de wereld, vergelijkbaar met Mexico. Je hebt een hele grote maffia-bende die daar de leiding heeft. Ja. Dus die wapens zullen waarschijnlijk bij de maffia en bij criminelen terechtkomen. Nou, wat stond er 1 à 2 weken geleden in het nieuws? Al die wapens, of een heel groot gedeelte van die wapens, zijn bij de Oekraïnse maffia terechtgekomen en niet bij het leger. Ja, en welk nieuws bracht dat? Wie welk dat is ook buiten NOS gekomen. Dat is Dus ook in Nederland is dat nou alsnog op het nieuws geweest? Ja. Waar jij dus al een jaar geleden hiervoor zei van jongens, dit is al bij ten zijt bekend. Ja. Jij hebt dat toen hier gezegd en het heeft in Epoch gestaan, een uitgebreid artikel van jou daarover. En Kovács die weet dat natuurlijk ook, dat zo werkt. Ja, en die kennen Oekraïne natuurlijk als buurland heel goed. En ze zijn ook bang voor... Er wonen best veel Hongaren in Oekraïne. Omdat ze natuurlijk Hongarije hebben verkleind na de Tweede Wereldoorlog. 300.000 geloof ik.
Ja, 300.000 Hongaren wonen daar. En ja, die minderheden, die zullen het moeilijker krijgen als ja, maffiabazen in het bezit komen van wapens. Want het is gewoon een land van clans en die alles gewoon onder elkaar regelen. Ja. Oekraïne. Ja, nou ja, goed. Wat had Kovacs nog meer voor opmerkelijks in zijn gesprek met jou? Nou, we hebben het ook gehad over de vluchtelingenstroom en over de grensbewaking. Ze hebben in al die 8 jaar dat ze nu die grens hebben, hebben ze 1,5 miljard euro betaald om die grens te bouwen en ook om het iedere dag te beschermen. Zo. Voor de hele EU ook, hè? Voor de hele EU, want bijna niemand die de grens oversteekt blijft in Hongarije wonen. Dus, maar dat was toch destijds ook wel het verzoek van de EU, dat die zuidelijke landen tot en met Griekenland, dat ze allemaal dingen moesten gaan doen om de migratiestroom in te dammen. Dus Hongarije was het eerste land die het deed en die kreeg ontzettend op zijn donder. Ja. Daarna wilde Europa het wel en nu doet eigenlijk ieder land het. Maar de Hongaarse belastingbetaler betaalt dat volledig. Dus die 1,5 miljard euro is alleen maar betaald door de Hongaarse belastingbetaler. Hoe lang is dat hek trouwens? Nou, het gaat eigenlijk over de hele Zuidgrens. En, met Servië, Kroatië. Een stuk van Roemenië. Ja, Roemenië zit er nog aan vast. En je hebt natuurlijk ook nog een stuk Oekraïne. Een heel klein stukje. Ja, maar dat wordt volgens mij niet met hekken beschermd. Ja. En, ja, daar is nu wat anders aan de hand natuurlijk. Ja, dat is honderden kilometers. Nee, duizenden kilometers. Ja. En dat moet ook iedere dag met daar rijden iedere dag en nacht politiewagens langs. Ja. Er zijn drones, er wordt met camera's beveiligd. Dus niet alleen dat hek, maar dat... En ik heb die auto's gezien die daar langs dat hek rijden. Nou, het ziet eruit alsof ze uit een oorlog komen. Die zijn helemaal bekogeld. Met stenen. Met stenen, met stokken. En dat kost ontzettend veel geld. En Orbán vraagt de helft vergoeding aan de EU. Yeah. Terwijl veel meer dan de helft naar Nederland en naar Duitsland. Want ze hebben er eigenlijk ook weer geen last van. Want al die migranten die willen eigenlijk niet eens in Hongarije blijven. Nee, 99,9% heeft geen paspoort. Nee. En die willen allemaal naar Duitsland, Nederland, Denemarken, Engeland. Een beetje dat soort landen. Ja. Denemarken misschien niet eens. Maar ook Denemarken. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dus Orbán heeft er eigenlijk niet eens baat bij. Het is eigenlijk alleen maar dat hij zegt van we willen zelfs die karavaanroutes niet in ons land hebben. Nou, het is voor de wet. Hè. De wet zegt... Ja, het is strafbaar om illegale grens te passeren. Ja. En zij volgen gewoon heel netjes de wet op. Dit is de grens van het Schengengebied. Ja. Je moet bij het eerste volgende veilige land moet jij je melden. Mm. En dus kom je hier niet binnen. Ja, ja. En daar zijn ze gewoon, volgen ze gewoon de wet op. Want en... ze zouden zich dus eigenlijk in Griekenland al gemeld moeten hebben. Ja, ze moeten bij de eerstvolgende grens, moet je ze, of in Turkije. Ze komen toch allemaal via Griekenland? Ja, nee, eigenlijk moet je in Turkije dan, als het in Syrië is. Oké, daar moet je al melden. Maar dat is nog geen EU. Je moet je bij het eerstvolgende veilige land melden. Dus dat is niet eens het eerstvolgende EU of Schengenland? Nee. Het eerstvolgende veilige land moet je melden. Ja, en Turkije is wel een veilig land. Ja. Ja. Tot nader orde. Ja, maar dan blijkt dus dat ze zich niet alleen maar melden in een veilig land, maar dat ze zelf ook uit een veilig land komen. Zoals? Ja, zoals Marokko komen er veel uit. Algerije. Algerije, die hadden we dus die voor de video. Ja. 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 Maar Somalië, verschillende Afrikaanse landen. Ze komen eigenlijk uit allerlei landen. Heb jij trouwens op die vorige reportage nog wat gehoord? Nog veel reacties op gehad. Ja, ik heb het COA en het IND nog even gebeld. Ja. Voor een vervolgverhaal voor het platform Fact Refuge. En, Fact Refuge. Ja, dat kan. .com. Factrefuge.com. Ja. Dus dat zijn... Is dat een website die echt feiten checkt op gebied van vluchtelingen? Ja, het is een heel platform in het Engels en in het Nederlands. Super. Waarin alle feiten worden gecheckt over vluchtelingen, over immigranten, over... We hadden toen een uitzending dat
Mohammed uit Algerije, Kowawit uitgezet. Yeah. En niet heen, wist waar hij heen moest. Nou, Kowawit zei toen, het is de schuld van de IND. Toen heb ik het IND gebeld. En die zei, nee, het is de schuld van het COA. Ah, nee zeg. Toen heb ik dus COA weer teruggebeld. En die zeiden van, ja, wij geven de ID-kaarten niet uit. Wel een OV-pas. Maar dat is dan vaak als ze bijvoorbeeld naar een begrafenis toe moeten. Ja. Of naar een. Ze konden niet nader ingaan op dit specifieke geval. Ze ontkenden eigenlijk dat dit gebeurd kon zijn. Ja, dat mootje met een dagkaart plus een jaarkaart, verblijfsvergunning. Op straat stond. Dat ontkennen ze dat zou kunnen gebeuren. Ze zeiden, ja, ze kunnen van alles zeggen. Dus ja. Je moet niet geloven wat dit soort jongens... Maar ja, wij hebben het allebei gecheckt. Die jaarkaart van de verblijfsvergunning voor een jaar... met brief dat hij zich na een jaar weer moest melden... was gewoon correct, was waar. Ja. Was, niks, geen illegaals aan. En die NS of die OV-dagkaart was ook gewoon, zag er ook gewoon goed uit. Weet je? Ja, dat was echt... Ja, zo, kijk, ja. Ik ben natuurlijk geen... maar dat ze dat van... mensensmokkelaars zouden krijgen, dat gaat wel heel ver natuurlijk. Plus het feit dat als ze dat zouden doen, dan zouden IND of COA zouden dat ook weten, dat die mensensmokkelaars daarmee bezig zouden zijn of daarin handelen. Nee, ze krijgen van het IND wel een ID-kaart voor een jaar, okay. Dat een jaar geldig is. Maar ze moeten dan wel bij in een asielzoekerscentrum blijven. Dus ze kunnen dan niet op straat gezet worden? Nee, ze mogen niet op straat gezet worden. Okay. En wij hebben niet alleen met hem, maar ook met andere mensen gesproken die wel op straat zijn gezet. Ja. En het COA zegt, nee, dat doen wij niet, want het mag niet. Ja, ze doen het dus wel. Het is gewoon zo. Ja. Ja. En plus het was een veilige lander, het was een Algerijn, die Mo. Ja. En worden daar ook dit soort kaarten aan verstrekt, aan veilige landers? Ja, aan iedereen. Dat is absurd, dus, want die moeten gewoon terug. Ja, het rare is, als iemand dus uit Algerije komt of uit Marokko komt. We hebben ook mensen gezien die uit Marokko kwamen, die gewoon echt zeggen van... En deze man uit Algerije ook, die komen hier echt voor een betere baan, voor een beter salaris, voor een huis, voor een vrouw, voor kinderen. Dat zeggen ze ook allemaal eerlijk tegen ons. Dan nog gaan ze die hele procedure in, wat een jaar, 2 jaar kan duren. Mm. En het zijn exact. Bizar. En het zijn exact deze mensen. Dat hoorden we in Ter Apel, maar dat heb ik nu dus ook van iemand anders gehoord. Dat ik zo even iets over vertellen. Dat het zijn exact deze veilige landen. Mensen, dus uit Algerije, uit Marokko, uit Somalië, die de grootste criminaliteit veroorzaken, die de grootste ellende veroorzaken. Wat ons miljoenen, miljarden per jaar aan schade kost. Ja. En ik snap niet waarom ze die hele procedure ingaan als ze al weten, ja, het komt uit een veilig land. Ja. Zet ze meteen terug, want we weten dat deze mensen overlast veroorzaken. Ja. Hé, hey mensen, daar gaan we straks even mee verder. Want we gaan daar ook nog mensen over bellen. Maar zijn we al klaar met Kovac? Want die heeft natuurlijk over Rusland gaat het interview. De verhouding tussen Hongarije en Rusland. De wapenleveranties aan de Oekraïne en de Oekraïnse maffia. Ja. Aan de vluchtelingencrisis en de EU die niet wil betalen voor dat hek wat ze plaatsen. Waar ze al 1,5 miljard aan kwijt zijn. Dat is wel pittig. Zij zeggen, er zijn eigenlijk in Europa 2 stromingen. Je hebt de stroming... die is seculier en die zegt... want het grote probleem in Europa is vergrijzing. Er zijn te veel bejaarden, de gezondheidskosten zijn te hoog voor alle bejaarden. Geef ze maar een spuitje. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn, al dus D66 en GroenLinks. Maar er is vergrijzing en hoe los je dat op? En daar zijn verschillende soorten oplossingen voor. En je hebt dan het gedeelte in Europa die zegt, we halen jonge mannen uit het buitenland. En die zorgen dan voor een jonge populatie en die gaan belasting betalen. En die zorgen dan voor onze bejaarden. Mm. En je hebt een andere groep in Europa, waaronder Orbán hoort. En die zegt, nee, we houden onze grens dicht. En we gaan zelf zorgen voor meer kinderen. Ja. En zo heeft Hongarije een nieuw gezinspolitiek beleid. Ja. Waarin gezinnen financieel, belastingtechnisch voordeel krijgen. En daardoor is het aantal kinderen in de afgelopen jaren... gemiddeld gestegen van 1,2 kind per vrouw naar 1,7 kind per vrouw. Zo. Enorme stijgingen. En ook zit al bijna bij
bij het vervangingscijfer van 2.1. Ja. 2.2, wat was het vervangingscijfer? Ja, 2.1, 2.2, 2.3. Ja. En het aantal huwelijken stijgt in. Kijk, kijk. Ja. Dus dit schijnt, dit is dus ook een manier die helpt. En je hebt objectief gezien, hè, heb je twee verschillende denkbeelden. En Kovacs zegt, wij zeggen niet, jullie mogen dit niet doen. En jullie moeten zelf bepalen wat jullie ideeën zijn. Maar wij willen wel zelf bepalen in ons eigen land hoe wij het willen doen. Ja. En wij denken dat het invoeren van vooral illegale vluchtelingen, dat dat geen goede manier is. Wij denken dat het beter is om onze eigen bevolking te laten groeien. Wat ze wel zeggen is, echte vluchtelingen, die zijn hier wel welkom. Oekraïne grens letterlijk aan de grens met Hongarije. En die worden ook echt opgevangen in Hongarije met open armen. Die krijgen meteen voedsel. Die krijgen... Okay. Daar doen ze veel voor. Ze zamelen goederen in heel Hongarije voor die Oekraïners. Ja. Ja, om erachter te komen dat die Oekraïners er helemaal niet zaten te wachten op hulpgoederen. Die wouden eigenlijk helemaal geen Hongaarse... Nee. Het is echt zo verschrikkelijk eigenlijk. Toch liever dan naar. Ook in dat opzicht denk ik ook. Ja, maar ze hebben ook... Weet je, ze zijn elke Oekraïense man bijvoorbeeld, van tussen de 18 en de 50 nog wat, is nu verplicht om het leger in te gaan. Hè? Om die oorlog te vechten. Maar ze komen allemaal gewoon hierheen. Met hun Porsches en weet ik veel wat. Even de boel, zijn zogenaamd in één keer allemaal oorlogsvluchtelingen. Waarom hanteren we die dubbele standaard? Dus het Westen zet Oekraïne aan om oorlog te voeren namens ons tegen Poetin en de Russen. Oekraïne wordt ervoor opgeofferd. Oekraïne geldt een dienstplicht. Maar het is heel, heel bizar. Dus die mannen die hebben daar in dat land zijn ze strafbaar als ze die dienstplicht ontvluchten door hier naartoe te gaan. En toch zetten wij de grenzen open. En maar we zijn ook weer voor die oorlog tegen Rusland. En dat Zelensky dat allemaal moet gaan winnen. En dat de Russen kapot moeten. En er zijn allemaal maatregelen. De Krim die zou alweer teruggegeven worden aan Oekraïne. Want dat was een heel veroveringsplan. Dat werd allemaal uitgebreid afgelopen week in de media gebracht hier. Dat is allemaal zo dubbel, weet je. Ik denk, ik ben er echt heilig van overtuigd dat als heel Europa vanaf en Amerika en China vanaf het begin af aan echt hadden gezegd, wij zijn tegen deze oorlog. We gaan geen wapens steunen. We gaan niemand steunen. We gaan echt inzetten op onderhandelingen en praten met Poetin en met Oekraïne. Ik denk echt serieus dat die oorlog nog geen 2 weken had geduurd. Maar Zelensky mag dit niet van Amerika. Washington wil niet dat Zelensky onderhandelt met de Russen. Ja, ik snap niet hoe het kan. Ik snap het echt niet hoe het kan. Dat we waren altijd zo tegen oorlog. En ik snap niet dat nu zoveel mensen voor deze oorlog zijn. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Maar je ziet het constant, hè? Dus Amerika... Maar ook, dat is allemaal hetzelfde. Maar Amerika is gewoon, heeft jarenlang gelobbyd, of jaren, maar heel lang, om met z'n allen die oorlog in Irak te doen. Met z'n allen tegen Saddam. Met z'n allen tegen Afghanistan. Met z'n allen in Algerije. En dat is natuurlijk al heel lang gaande. Amerika doet dit al heel lang. Dus het komt telkens daar vandaan. Ze hadden zogenaamd bewijs voor massavernietigingswapens. Nou ja, het was er gewoon niet. Het is gewoon allemaal uit de duim gezogen. Zodat hun oorlogsindustrie blijft draaien. Die verdienen natuurlijk bakken met geld hieraan. Ja. En ondertussen zijn wij ook nog zo gek dat we al onze laatste kogels en roestige tanks weggeven aan Oekraïne. Zodat ze dat tegen Poetin kunnen gebruiken. Want het ligt binnen een paar uur te roesten op het slagveld daar. Het wordt gebruikt door de maffia. De gewone wapens vast, die worden natuurlijk voor andere dingen gebruikt. Maar het grote materiaal, dus de tanks en dergelijke. Ja, die worden ook gewoon... Als jij een tank hebt, hoef je dat niet aan te geven in Oekraïne. Dan mag je die gewoon houden. Hier ook niet, hè? Okay. Dat is echt zo. Ja, nee, dat was even iets anders. Maar dat klopt, ja. Oké, je mag hier je tank gewoon... Niet vuurgereed, maar je mag wel een tank hebben. Oké. Maar in Oekraïne dus ook niet. Hoef je niet aan te geven. Nee, je mag hem gewoon houden als je er eentje vindt. Oké. Dus, maar dat zou dan een kwestie zijn van dat er van de zoveel Nederlandse tanks... dat er
een percentage daarvan bij de maffia belandt en een percentage bij het leger? Of hoe moet ik dat zien? Heel veel steden worden gewoon gerund door de maffia. Hmm. Dus het wordt allemaal in heel veel steden gewoon allemaal, volledig beland bij de maffia. Okay. En de maffia zegt, nou, zoveel gedeelte stoppen wij in de oorlog en zoveel gedeelte. Dus het komt eerst bij de maffia en de maffia beslist van we gaan dit doen. Ja, de maffia draait daar een groot deel van het land. Maar die zien natuurlijk ook wel Poetin naderen. En die weten ook wel dat het afgelopen is wanneer de Russen daar de zaken overnemen. Dan zijn die mafiosi ook klaar natuurlijk. Ja, ja. Ik weet het niet. Als zij heel veel geld hebben en heel veel wapens, kunnen ze ook zo ergens anders naartoe en daar verder gaan. Okay. Het gaat natuurlijk niet om het landsbelang, maar om hun eigen belang. Ze willen wel natuurlijk nog meer wapens en nog meer wapens. Dus ja. Ja. Dus voor hun is het een voordeel dat de oorlog langer duurt, mm-hmm. want dan krijgen ze natuurlijk meer wapens. Dus ik ben gewoon sowieso tegen oorlog. Ik snap echt niet dat er... Hoe de media en de overheid het in heel Europa zo ver heeft laten komen dat wij vinden dat deze oorlog plaats mag vinden. En dat er zoveel doden vallen, dat zoveel ellende zijn, zoveel mensen zijn hun huis kwijt geraakt. Terwijl deze oorlog gewoon al lang afgelopen had kunnen zijn. Ik snap het werkelijk niet. Ik vind het zo. Maar die Amerikaanse oorlogsindustrie die koopt al zo lang zoveel, ook Europese politici, om. Weet je nog die Lockheed-affaire met Prins Bernhard? Ja. Er wordt zo lang al geld gestoken in Europese politieke kopstukken en zelfs dus koningshuizen om ze om te kopen, om maar die oorlogen te kunnen blijven voeren. Die Amerika's sinds sinds de oorlog tegen de Filipijnen, dus eind 19e eeuw, zijn ze ermee begonnen. En dat is natuurlijk enorm opgekomen na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat militair-industrieel complex, dat is natuurlijk heel, heel groot deel van die economie daar. En die kopen gewoon hier ook mensen om. Dus uiteindelijk, kijk, de Chinezen doen het ook en de Russen doen het ook. Gerhard Schröder, bondskanselier, is natuurlijk jarenlang bij de Russen in dienst geweest, bij Gazprom, meen ik. Onze Nout Welling, Nederlands bankdirecteur, is bij de Chinezen in dienst geweest, bij een grote Chinese bank. Is ook wel klaar, maar hij is ook echt wel met pensioenen. Maar dat gebeurt natuurlijk van alle kanten, dat ze proberen kopstukken weg te kopen en invloed te kopen in Europa en elders. Zodat ze dit soort belangrijke agendapunten er doorheen kunnen hameren. Ja, en we doen maar. En het erg is ook nog dat wij allemaal net doen alsof wij in Europa een democratie hebben en in Amerika en dat wij zeg maar de good guys zijn. Hmm. Maar het is niet zo. Nee, we hebben ook een maffia. Ja, wij hebben ook corruptie. Ja, maar die produceert zelf wapens, onze maffia. Ja. Ja. Handig, hè? Ja. 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 Dat is natuurlijk gewoon heel cynisch. Alleen van de ellende van de ander. Ja, ja echt wel. Ja. En die Hongaren, die staan er anders in. Hebben de Hongaren... dus die zijn voor vrede. Maar ja, dat is natuurlijk ook... Dan zou je kunnen zeggen, dat is wel heel opportunistisch. Want die zitten daar vlak naast Oekraïne. Die hebben de vluchtelingen van het zuiden. Die hebben de Oekraïners vanuit het oosten. En die hebben dan die EU-lidstaten die altijd tegen Hongarije zijn in het westen. Dat is allemaal maar... iedereen is anti-Hongarije. Ja, ze hebben het wel een beetje zwaarder verduren af en toe. Zijn ze een beetje kalimeren? Maar van of de niet? Andere kant, zij, Kovács, en dat zie ik zelf ook, maar dat zie jij denk ik ook wel, dat er wel steeds meer toerisme komt in Hongarije. Hongarije is echt aan het opbloeien. Ja? Okay. En dat komt onder andere doordat Hongarije zo'n veilig land is. Hè? Vroeger, als je naar Parijs ging, was dat heel romantisch. Tegenwoordig loop je langs de militaire... Geen leuke stad meer. Dat is in Hongarije niet meer zo. Het is echt een heel veilig land. Het komt ook door de prijs. Als je een mooi, chic hotel huurt in Budapest, ben je veel goedkoper uit dan in welke andere stad. Ja. Mensen leren steeds beter Hongarije kennen. Ja. En er zijn toch echt wel heel veel mensen stiekem in Europa die wel voor Orbán zijn. Die hoor je niet zoveel in de media. En die leren Hongarije kennen. En een paar dagen geleden stond er zelfs nog een artikel in de Telegraaf dat steeds meer mensen emigreren naar Hongarije. Populairste emigratieland. En zie ik zelf ook. Ik heb een vakantiehuisje in Hongarije. Nou, als daar een huis te koop staat, binnen een dag is het verkocht. Meen je niet? En prijzen zijn er dus aan het stijgen. Ja, die stijgen al jaren. De hardste huisprijzen in Hongarije stijgen het hardst van heel Europa. Oh.
En met in de topjaren zelfs met 27% per jaar. Want ik ken nog de tijd dat je echt een goed huis voor 30.000 euro had daar. Ja, ja. Ja, want dat is nu... Dat is niet meer zo. Nee, dat is niet meer zo. Zo. Dan ben ik toch te laat. Vis ik weer achter het net. Vis je weer lekker achter het net, ja. Ja, maar ja. Je kunt wel een krot kopen voor 30.000 euro. Een wat dan? Een krot. Een krot. Kijk, en dan moet je hem opknappen. Ja. En dan kun je hem opknappen. Ja. Maar, kunnen ze een beetje klussen, Hongaren? Kun je daar een goede timmerman vinden die dat doet? Of is het lastig? Het is lastig, maar op de plek waar ik woon, heb ik een Hongaarse beheerster. En ja, dat is gewoon een één-appje. En dan wordt alles gemaakt en gedaan. Ja? Maar ik heb een grote tuin van 4000 vierkante meter. En die wordt dan voor 2 euro per uur wordt dan het gras gemaaid. Ja, jeetje. Ja, dus dat kan voor hun nog uit. Ja. Lekker, ja. Dus, maar goed, ja, dat is fijn. Nou, jaren geleden heb ik daar ook 2 weekjes mogen vertoeven in jouw vakantiehuis. Ja, dus, En dat is echt een mooi huis, op een hele mooie plek. Ja. Midden in Hongarije. Ja, onder het Balatonmeer, vlakbij Kroatië, op de grens van Milaan. Op de hoogte van Milaan, is lekker zonnig. Precies, lekker warm. Ja. Ja, veel zon. Duits huis. Een paar honderd jaar geleden al vond Duitsland dat ze te weinig lebensraum hadden. En hebben ze aan Hongarije gevraagd om meer ruimte. Yeah. En een van de plekken die aan werd gewezen, waar veel bossen waren en niks werd gedaan, was waar ik mijn vakantiehuisje heb. Vlakbij de stad, tussen het Balaton en Beach in. Yeah. Vlakbij de Kroatische grens. Daar zitten ook heel veel Nederlanders. Want daar zaten toen allemaal Duitsers. Yeah. En die hebben van die hele mooie Duitse huizen neergezet. Ja, is heel mooi. Met leme muren van 1,5 meter dik. Ja. En die huizen zijn gewoon echt heel goed gebouwd. En de Nederlanders en Belgen renoveren dat echt weer helemaal prachtig in de oude staat. Ja. En daar zitten veel Nederlanders. En bij de Tisa en net onder Boedapest. Ja. Maar vooral ook in dat soort Duitse... Ja, dat is mooi. Huizen, dus ik ben er wel jaloers op dat je het hebt, hoor. Dat is prachtig. Hey, en hoe is het klimaat in de winter daar? Het ligt een beetje aan waar, want Hongarije is echt heel groot. Ja. Dus in bij mijn vakantiehuisje kan het 20 graden zijn in december. Maar het kan ook min 20 graden zijn. Echt? Maar wel heel zonnig. Ja, ja. Dus, zo'n groot verschil? Ja, het landklimaat. Dus het kan gewoon echt koud zijn. Zo. Maar het is vaak zonnig. Ja. Dus het is vaak dat ik een wandeling maak en dat ik dan mijn jas niet aandoe. En dat is echt, ik wil echt veel zeggen, want ik ben echt een mega koukje. En, maar het kan ook echt wel vriezen. Maar in Boedapest is echt guur weer. Boedapest is echt koud. En waar ligt dat aan? Nou, dat is meer landklimaat dan... Het ligt iets noordelijker, maar het is gewoon meer landklimaat. Ja, ja. Dus het is in de zomer echt heter en in de winter echt kouder. Oké. Okay. Dus het is, het ligt er een klein beetje aan. Ik heb ook nog een ander huis in Hongarije, vlakbij de Oostenrijkse grens. En daar is het... in de zomer koeler en in de winter ook kouder. Dan in het Dat is meer alpenklimaat. Ja, in Oostenrijk, ja. Ja. Nou, kijk aan. Hé, dan moeten we natuurlijk nog even zeggen... dat interview met Kovacs, met al die leuke feitjes en weetjes... dat komt natuurlijk in de Epoch van het najaar. Dus die kunt u bestellen op www.epoch.media of abonneer je daar... In de webwinkel van de Blauwe Tijger wordt hij ook losverkocht. Dus je kunt ook dat exemplaar loskopen. Wat staat er allemaal in? Dat gaat over de tuin, over de kast. Dus het kiemen van je zaden. En ook over het verbouwen van je eigen groenten. Maar ook dit soort dingen. En natuurlijk over parelmoer, waar we mee aan de slag gaan. En dat is dan het lifestyle gebeuren, wat ook in Epoch veel aandacht krijgt. En elk nummer natuurlijk. Dus dat tot daar, tot zover. Maar we zitten eigenlijk ook al een beetje over die vluchtelingen. En in Nederland met het COA zaten we te praten. En dat is wel interessant om even op door te gaan. Want de vorige keer dat we hier zaten, zijn we samen naar Ter Apel geweest. Om alle leuke interviews te houden met Mootje. Die waarschijnlijk nog geen huis heeft. Ja, we hebben ons goed ons best gedaan toen. Oproep in alle talen. Ik neem aan dat hij toch wel een huis heeft. Nou, ik bedoel, we hebben zoveel kijkers gehad. Ik denk wel dat er toch wel minstens één ding zijn kiezer heeft gebeld. Heeft niemand gebeld naar... Niet naar ons. Oh, echt niet? Naar jou. Nee, ik heb geen ook internet. Jij had het nummer van Mo. Ja, ze zouden naar de Blauwe Tijger kunnen bellen. Als 0.0 reactie. Niemand met een huis. Niemand wilde hem helpen aan een huis? Nee.
hardvochtige nou, kijkers. Nou, wat een... Erg, ja, hè? Dat valt mij tegen. Ja. Driewerf, foei. Driewerf. En we hebben nog zoveel huizen. We drinken er eentje op. Dat niemand een huis aan Mo heeft gegeven. Ja, had ik niet verwacht. Die arme jongen. We hebben in alle talen proost. Arme Mo. Nou, ja, we hebben het in alle talen. Hebben het, dat je alsnog een huis vindt, Mo. Ja, kijk eens, reageer als je een huis over hebt. Ik bedoel, ja. Spreekt zo goed Frans. Hij spreekt Frans en hij wil een huis. Hij is 36 jaar, heeft nog geen vrouw, nog geen kinderen. En als er een vrouw in dat huis woont, is het nog beter. Ja, ja. Het is, het is toch wel diep triest. Ja, valt me weer diep tegen van de blauwe. Maar goed, dat was leuk. We hebben toen COA gebeld. Ja. En die perswoordvoerster, die was uiteindelijk... ze was een beetje boos op ons, op jou. Ja. Maar we zijn nu wel bekend bij heel COA als Ik ben nu echt een BN'er daar. Ja. Ja. Ja, ja. Oké, ook BN'er. Je bent geen terrorist. Je bent nog niet... Nee. Ik ben gewoon een verschrikkelijk irritant journalist. VIJ'er. Echt alles wat ze niet uitkomt, roepen ze tegenwoordig tot terrorist uit. Ja. Maar dat valt me nog heel erg mee. Nee, ik ben geen terrorist. Nee, nou ja, goed. Nee. Hey, maar je bent ondertussen, heb je andere dingen gedaan. Hè? Je hebt dus ook verhalen op die... Factrefuge.com. Ja, factrefuge.com. Ja. Waar schrijf je voor? Ja, nou, ik ben eigenaar van het platform en hoofdredacteur. Hoofdredacteur? Ja, we hebben een heel groot team van internationale journalisten van in heel Europa zitten die voor ons schrijven. Ik heb voor dat platform ook gesproken met een beveiliger van treinen. En van de NS. Trein, van de NS. Ja. En van een trein die rijdt langs het asielzoekerscentrum in Budel. Budel. In Budel. Dus Ter Apel is niet het enige. Je hebt ook nog Budel. Is dat groter? Dat is een beetje, dat is kleiner. Ja. En dat ligt een beetje in de buurt van Eindhoven. Ja. Daar worden de conducteurs iedere dag bedreigd, geschopt, geslagen, dingen gestolen door bewoners van het AZC in Budel. En dat zijn dan hoofdzakelijk mensen die uit veilige landen. Ja, echt? Marokko. Het zal ook gewoon niet, hè? En Algerije. En ik heb zijn... Ze hebben een groepsapp. Die heb ik mogen inzien. Yeah. En dan maken ze een foto van degene die een conducteur bedreigt. Yeah. Die zwart rijdt en die mensen bedreigt. Nou, en dan zie je COA. Bij iedereen... 95% waren dus mensen die in het asielzoekerscentrum wonen. En het is zelfs zo erg dat ze nu bij treinstation Weert, ze rijden vaak zwart. En dan kruipen ze onder de poortjes door en daarna gaan ze de trein vernielen en gaan ze passagiers bedreigen. Bij Weert en ook in één treinstation verder, maar bij Weert staan vier beveiligers met honden 24/7 om te checken dat er geen asielzoeker zonder kaartje naar binnen komt. Doen ze in die treinen dan als ze er wel in komen? Ze reizen zwart en ze betalen zwart, niet, maar... En dan komt er dus een conducteur en die vraagt haar een kaartje. Dan wordt de conducteur bedreigd. Normaal gesproken, als ik zwart rijd, moet ik mijn naam opgeven, mijn ID laten zien. En dan krijg ik een kaartje terug, wat ik moet betalen. Plus nog administratiekosten en een boete. En dat wordt nooit betaald door die asielzoekers. Dus ze krijgen die boetes. Dus die boetes krijgen die zijn wel. Dus als, nooit betaald. Als een conducteur er ondanks bedreigingen en geweld in slaagt om die boete uit te delen. Dus dan moet waarschijnlijk de ID-kaart getoond zijn. Ja, en dat wordt ook wel gedaan. Hè. Dat heb ik ook gezien in die app. Dan is het nog 0 keer voorgekomen dat het wordt betaald. Hmm. En de beveiligers denken dat het COA dat aan de NS heeft uitbetaald. Zo. Van dat zij het afkopen. Afkopen. Ja. Boah.
Dus dat ze dat, ja, goed. Dus er staan bij de treinen, al om te voorkomen dat ze erin komen, staan er al 4 gewapende beveiligers met honden. Ja. En als ze dan alsnog in slagen om die trein in te gaan. En de hek hebben ze ook verhoogd, nee, langs het spoor. Ja. Ja, en oh, langs het spoor, zodat ze het perron niet op kunnen klimmen. Ja, 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 tuurlijk, ja. Dat heb je ook nog. Ja. En dan alsnog lukt het om ze erin te, om erin te gaan. En dan heb je een idee hoeveel het COA betaalt of niet? Weet je, is daar schatting? Nee, maar de schade is volgens de beveiligers meer dan 1 miljard per jaar. Nee, denken ze. 1 miljard? Ja. Dat is heel veel. Ja. Boah, aan de treinen. Ja. In heel Nederland. Of door asielzoekers of door COA. Ja, door asielzoekers. Meer dan 1 miljard per jaar. En, maar betaalt het COA dat dan ook, al dat geld? Zouden ze dat allemaal betalen? Dat denken de beveiligers wel. Dus met hoeveel heb je gesproken? Ik heb er met 3 gesproken. Oké. En je hebt hun app contacten ingezien, dus er is een soort groeps-app waarin ze die koppen allemaal uitwisselen. Die heb ik echt alles bekeken. Dus ik heb dus het hele appverkeer van de machinist, van de beveiligers en de controleurs heb ik in mogen zien. Hey, en hoe staan ze daar? Hoe zijn ze daar zelf onder? Hoe reageren ze dan naar jou? Nou, heel open, heel vriendelijk. Maar ja, ik ben natuurlijk ook heel vriendelijk. Ja, 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 je kan heel goed dingen loskrijgen van mensen. Ja, maar ze zeggen ook allemaal, eigenlijk iedereen die begint te werken bij de NS, die wordt fan van Forum voor Democratie, van Wilders. Ze worden allemaal rechts. Je ziet nooit geen linksconducteur meer. Dus iedereen in Nederland die in aanraking met de realiteit komt, met de gevolgen van Paars in de jaren 90, Balken en Rutte. Als je dan echt met de werkelijkheid geconfronteerd wordt die ze nalaten, dan ben je dan mooi rechts. Ja, allemaal. Nee, dat verbaast me niks. Ja. Dus die En ze zijn zo boos. Maar is dat dagelijkse ervaring van die intimidatie van asielzoekers? Is dat iets voor hun dat echt elke dag daar gebeurt? Ja, dat is echt dagelijks. Iedere dag. Dat is toch een hel. Dag in, dag uit. En wat ze ook zien, wij zien dus dat heel veel asielzoekers merkkleding dragen. Wat ze dus ook zien, is dat die asielzoekers hebben een apparaatje waardoor ze de alarmen uit kleding kunnen knippen. Yeah. En dat ze dus heel veel in de treinen gewoon zitten. Jatten. Om naar merkwinkels te gaan daar kleding te jatten. Oké. Okay. Ja, want geld hebben ze al. Hè? Dus ze hoeven over een natje en droogje niet in te zetten. Ze hebben een dak, ze hebben eten. Maar ze hebben gewoon tijd te veel. Hè? Ze mogen niet werken, dus dit is wat ze doen. Ja. Dus merkkleding voor zichzelf en om lekker door te verkopen op een zwarte markt of zo. Of wat. Zij zien in ieder geval heel veel apparaatjes om merkkleding, om de alarmen uit merkkleding te knippen. Ja, ja, ja. En ook gestolen merkkleding. Dus dat... Ja, maar dat is toch wel heel... Ja. Dat is toch wel heel erg, ja. Dat het allemaal kan, hè. En dat we er eigenlijk gewoon cynisch over lopen te doen. Dat ze het doen. Want eigenlijk weten we het. We verwachten het ook. We hebben het al voor ze ingevuld. Want je weet gewoon dat dit het doel is. Maar die Mo, die wilde wel werken, weet je. Die had ergens... Is natuurlijk gewoon een jongen die wil gewoon wel werken. Maar eigenlijk... Omdat je dan die eerste 2-3 jaar in Nederland... Je komt al uit een veilig land. Je had eigenlijk al direct teruggestuurd kunnen worden. Gebeurt dus niet. Dan zit je 2 jaar in die uitzichtloze procedure. Ga je de criminele circuit in. Ga je dingen jatten. Je gaat een zwarte handeltje opzetten met gejatte spullen en doorverkopen voor helft van de prijs of zo. Je gaat daar misschien veel geld mee verdienen. Ga je door naar de drugs. Of je gaat nog verder het criminele circuit in. Dit is zo uit te tekenen. Het is zo makkelijk. Ja, en ik snap gewoon niet dat... Dit kan toch elke ambtenaar ook bedenken? Ja, ik snap niet. Hè, als je wil werken in Nederland, stuur een sollicitatiebrief. Mm. Hè, je kunt ook online in Nederland werken. Ja. Maar het probleem van Mo was dat hij alleen een klein beetje Frans spreekt. Dus ja, daar kun je niet zo heel veel doen. Ja. En voor de rest ook... Maar ja, onze afsluiter, toen wij lekker zaten te picknicken met champagne... Onder dat gevaarlijk gebiedbordje. Ja, toen kwam er een Marokkaan met zijn vrouw wandelde langs. Dat leek mij wel een hele vriendelijke jongen. Ja, maar... Had ook al 5 jaar in Italië gewerkt. Ja, maar het gaat ook niet zozeer om vriendelijk zijn of niet vriendelijk zijn. Hè? Ja. Het gaat niet om gunnen. Ik bedoel, iemand... Het is niet altijd zo dat veilige landers... criminelen zijn. Het zijn wel dat de meeste criminelen veilige landers zijn. Hmm. Maar het is niet zo zeer om gunnen, want het kunnen ook gewoon hele aardige mensen zijn. Ja. Het gaat er meer om, wij hebben een enorme holy nood.
Maar dat is nog een heel ander thema. Daar hebben we nog niet eens over gehad. Dat is waanzin. Ja, nou, ja. Je moet 10 jaar op de wachtlijst staan. 15 jaar om een huurwoning te krijgen in een beetje grote stad. Dat is echt gek. En dus het past gewoon niet. Dus waarom geven wij zoveel geld uit? En mensen waarvan we denken van ja, die sturen we toch terug. Ja. Want dat weet je, hè, als je het maar ook al komt. Ik las dus van de week dat de Nederlandse gemeenten elke maand minimaal 32.000 woningen aan de huursector moeten onttrekken om te reserveren voor mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Ja, dus die moeten er elke maand weer extra vrijgemaakt worden. Dus dat betekent dat niemand in Nederland die normaal nog, dus jou en mijn kinderen die de huurmarkt in zouden moeten gaan, dat die nog een kans maken. Dat gaat gewoon niet. Ja, het gaat niet eens alleen om kinderen. Het gaat ook over mensen die gaan scheiden, bijvoorbeeld. Ja. Je ziet wat mensen die... Om allerhande redenen. Maar er is geen ruimte om urgente opvang te doen voor gewone Nederlanders. Maar er is al zeker geen ruimte meer in Nederland om huizen die voor gewone Nederlanders goed genoeg zijn om die ook... Stel dat je al een jaar of 2 jaar wacht, dan ben je toch wel toe eigenlijk aan een huurwoning. Ja. Maar je wacht nu 10 jaar en je krijgt nog niks. Ja. Ja. En dit probleem was 10 jaar geleden ook al bekend. Dit probleem was 20 jaar geleden al bekend. Ja, en koop maar eens een huis. Dat is nu niet te doen. Ja. Nee, wat dat betreft... Dus we kunnen het gewoon allemaal niet aan. Ja. En dan in de tussentijd halen we mensen binnen die uit veilige landen komen. Klopt. En die laten we dus hier heel lang zitten. Die gaan het criminele circuit in. Het kost ons een bakken vol met geld. Ja. Wat we ook kunnen stoppen in het bouwen van huizen. Ja. Maar ja, dat wordt dus ook niet gedaan. Nee, want stikstof. Want de stikstof... Dus dit is gewoon een totale... Dus worden een aantal fantasieproblemen en reële problemen bewust gecreëerd die op een gegeven moment in een totale padstelling belanden. En dus dat we ongebreidelde asielstroom hebben, dat die allemaal gehuisvest moeten worden met voorrang. En het tweede, dat we nu een soort fantasiefantoom hebben met dat stikstof, zodat er niet gebouwd mag worden en boeren weg moeten. Grootverbruikers uitgekocht zouden moeten worden om stikstofruimte vrij te kopen, zodat er dan weer een paar huisjes gebouwd kunnen worden. Maar het feit is gewoon, zelfs al bouw je er nu 2 miljoen, het is niet genoeg. Het is niet genoeg. En ook het hele stikstofbeleid. Ik hoorde een verhaal, nou echt, het is ongelooflijk. Bouwonderneming mocht niet meer bouwen, want de bouwkranen mochten niet op diesel rijden. Dus die dieselkranen moesten vervangen worden met elektrische. Ja. Maar die elektrische kranen, die hebben natuurlijk zoveel energie nodig. En het hele net zit vol. Ja. Dus die werden dus volgestopt met een dieselaggregaat. Ja, want dan mag het wel. Ja, dus ze rijden dus dan zogenaamd op elektriciteit. De kraan mag je dan wel hebben. Dan mag dan wel gebouwd worden. En die worden dan gevuld met een dieselaggregaat. Almachtig zo. Dus, ja. En dat is dus de omgekeerde wereld. Dan denk je van, terwijl er ook hele goede alternatieven zijn. En je hebt dus ook gewoon hele goede accu's die je kunt... Waarom zouden we deze rotzooi, waarom zouden we dit moeten pikken? Waarom zijn dieselkranen gek? Waarom zouden we hierin mee moeten gaan als Nederlanders? Dit willen we toch allemaal geen van allen. Dit is toch iets wat niemand wil. Ja. Dat dieselkranen verboden worden om een of andere onbestaanbare reden, die gewoon echt niet bestaat. Er is geen oorzaak aan te noemen voor het feit dat dieselkranen slecht zouden zijn. Nee, maar het is helemaal idioot dat ze verboden worden en vervolgens gevuld worden met een dieselaggregaat. Ja, maar even kijken hoor. Dus we dwalen af over de woningbouw en dergelijke. Dat is heel belangrijk. De stikstofproblemen die niet bestaan en het feit dat huizen een enorm probleem zijn. Maar we moeten natuurlijk gewoon even terug naar de NS. Want we hadden aangekondigd dat jij die zou gaan bellen. Ja, zou ik eens proberen? Ja. Ja, nou, waar ga je over bellen? Nou, ik ga de vakbond van machinisten bellen om te kijken of zij dat probleem ook zien. En of ze geld krijgen. Ja. En, alle machinisten en beveiligers die klagen hierover bij de vakbond. Ja, en de vakbond doet er niets. Die doet er niks mee. Ja, die zal vast die zal vast met NS praten, maar niet in het nieuws. We hebben het ook niet gezien in het nieuws. Ja. Dus we gaan kijken wat zij te zeggen hebben. Is goed. Ja. Ik heb mijn telefoon mee. Mooie tas.
Ja, leuk. Nou, ja, zeker. Ja. Ik ben bij jou gehaald. Dat lijkt wel een pythonleren tas. Ja, we hadden al aangekondigd dat voor de dames dat er meer zou zijn. Maar ook dit soort tassen en portemonnees. Ja, ik heb hem meteen gekocht hier. Ik kom hier laten liggen. Ik vind hem echt... Geweldig. Nou, weet je wat ik ook heel gaaf vind? Is dat er geen groot embleem op staat. Een Gucci van, ja, nog weet erger. Je ziet de kwaliteit, maar je ziet niet... ik loop reclame voor een of ander merk. Nee, dat doe je wel nu. Maar dat mag. Ja, maar nee, maar ik bedoel, als ik gewoon dit om heb... Ja. En dan heb je geen reclame. Dan heb ik niet het gevoel van... Ja, ik denk dat dat uit is. Dat was, zeg maar, toen ik jong was, was het heel belangrijk dat er Tommy Hilfiger stond. Ja, dat soort dingen. Of Gucci. Heel groot, of zo'n shirt en zo. Maar dat is nu gewoon meer merchandise. In, ja, het is nu volgens mij meer in om gewoon kwaliteit te hebben. Maar verkapte sluikreclame. Maar we gaan natuurlijk dit soort dingen ook doen. Dus de juwelenkisten, mooie tafel, linnen, mooie gordijnen. En natuurlijk ook mooie portemonnees en damestassen voor de dames. Want u kijkt ook als dame en naar de waanzin Bar, dat waarderen we. En dus gaat Parelmoer ook een prachtige dames assortiment aan. Ja, en dit hoort dus bij, dus deze heb ik vandaag gekocht. Ja. Hey, Budel, met de machinisten. Of de... Ja, we zullen eens bellen. Hoe heet die vakbond? Machinisten? VVMC. Met en voor elkaar. VVMC. Uit Tilburg. Kijk. Welkom bij de VVMC. U wordt nu doorverbonden met een van onze medewerkers. Persvoorlichter. Goedemiddag, met Mariska de Haas. Ik ben op zoek naar de persvoortvoerder. Ben ik op zoek naar de persvoorlichter? Ja. Dan ga ik u even een telefoon geven. Ja. Dat is 085. 485. 55. 54. 53. 93. En naar wie moet u dan vragen? Naar Marieke Timmermans. Petra erbij. Of Petra erbij. Oké, heel fijn, dankjewel. Ga ik doen. Goed zo, dag. Dag. Goh, spannend, spannend. 485. Ja, kijk, Mariska die is echt gepokt en gemazeld om allerlei brutale dingen te doen met telefoon en camera. Maar ik vind het toch altijd leuk. En Marieke? Dag Marieke, met Mariska de Haas. U bent live in de uitzending bij de Blue Tiger Studios. We hebben gesproken met verschillende... Wacht even, sorry. Ik versta je heel slecht. Ik sta in een trekhal van Schiphol. Ah, nou, dan zal ik heel rustig praten. Ik ben Mariska de Haas. Ik ben, u bent live in de uitzending bij de Blue Tiger Studios. We hebben gesproken met verschillende machinisten en beveiligers van de NS. Maar ik ben nu live in een uitzending, serieus? Serieus? Ja! Nee, maar ik ben niet op voorbereid en ik sta nu op een vlucht. Dus ik ga nu ook afkappen. Maar dit is het telefoonnummer van de woordvoering. Oh, nou, dat is snel. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je op Schiphol staat snel met een 085. Ja, dat kan helemaal niet. Dat is dan doorgeschakeld. Terwijl zij dus, Marieke Timmermans gaat dus nu met vakantie. En waar is dan Petra erbij? Oké, dan gaan we dat even varen. Ja, ja, maar als we direct daarna bellen, dan heeft ze het ook wel weer door. Kijk, ik een telefoontje maar. Ja, neem maar op, dan knippen we er wel uit. Ja, hallo? Goeiedag, je spreekt met Petra erbij. Ik had je telefoon gemist. Hoi, Petra erbij. Nou, fijn dat je even terugbelt. Mijn naam is Mariska de Haas. Ik ben, u bent live in de uitzending bij het televisieprogramma van Blue Tiger Studios. En ik heb met verschillende beveiligers en conducteurs gesproken. Sorry, mag ik je heel even onderbreken? Je bent Mariska de Haas en... Ik ben journalist. En u bent woordvoerder, klopt dat? Ja, ik ben woordvoerder van de vakbond voor machinisten en conducteurs. Ja. Maar klopt het nu dat jij mij live hebt doorgeschakeld naar de uitzending? Ja, dat klopt. En is dat niet vriendelijk om dat even van tevoren te vragen aan me of ik dat wil? Nou, ik zeg het meteen van tevoren dat u in de uitzending zit. Het is niet zo dat ik weet niet waar het over gaat, maar... Ik zal het even uitleggen waar het over gaat. Want voordat u meteen bang bent... Sorry, maar ik vind het buitengewoon
onfatsoenlijk, als ik heel eerlijk ben. Dus het gaat niet over... Oh, nou nee hoor, wij doen dat altijd. U bent woordvoerder, ik ben journalist. Dat is ons vak. Ik heb trouwens ook communicatie gestudeerd. Maar Mariska de Haas, waar ben je van? Van de Blue Tiger Studios. De Blue Tiger Studios, aha. Ja, dat kent u wel, hè. En wij... Sorry, maar wij gaan dit gesprek beëindigen. Ik vind dit heel vervelend en ik vind het buitengewoon onfatsoenlijk. Maar ik zou... Dat je me dit niet even van tevoren meldt, omdat je me gewoon doorschakelt in de studio zonder dat ik weet waarover ik moet gaan praten. Dus we gaan als u eerst mijn vraag beluistert... Ik ben de journalist van de Blue Tiger Studios, je werk een beetje netjes doet. Dank je wel. Ik doe mijn werk heel netjes. Okay. En als woordvoerder hoor je mij heel netjes. Persvoorlichter. Ja. En zelfs die persvoorlichter dus moet van tevoren allemaal ingeschakeld, voorgeprogrammeerd. Kan geen nergens antwoord op geven. Ja. Oh. Dus we gaan gewoon niet de persvoorlichter, maar we gaan gewoon de vakbond zelf bellen. Ja. Ja? Ja. Want... Misschien moet je niet eens voorstellen. Misschien moet je maar gewoon vragen van dat je een mooi verhaal hebt. Of dat je vragen hebt over wat je gehoord hebt van beveiligers. Goedendag, dit is de voicemail van Petra de Bij. Oh, dit is Petra de Bij weer. Deze was het. Welkom bij de VVMC. U wordt nu doorverbonden met een van onze medewerkers. Goedemiddag, VVMC. Met Mariska de Haas nogmaals. Ik had een vraagje. Ik hoorde dat van verschillende beveiligingsmensen dat er heel veel problemen zijn in de trein met mensen uit veilige landen zoals Algerije en Marokko. Bij het treinstation dat langs het AZC in Budel reist. Krijgen jullie daar ook veel klachten over? Van personeel. Van personeel? En kan ik daar ergens een klacht indienen? Doen ze dat dan bij u? Nee, ik kan gewoon via de website een klacht indienen als je wil. En weet u of dat vaak wordt gedaan? Of bellen ze jullie dan? Nou, alles. Zowel via de mail als naar het secretariaat als via de website. Oké, en niet zo vaak telefonisch? Nee, eigenlijk niet, want dan wordt het niet geregistreerd. Of tenminste, dan, kijk, op het moment dat je het gewoon digitaal aangeeft, dan staat het ook meteen op papier. Hè? Dus we houden het wel bij. Ja, en weet u ongeveer hoeveel dat is? Hoeveel klachten er zijn? Ja, ik heb maar een deel, ik zie maar een deel voorbij komen, maar ik zie er iedere week wel een x-aantal voorbij komen. Oké, en wat voor klachten zijn het dan? En waar bent u, als ik vraag maar? Oh, ik ben van de Blue Tiger Studios. Blue Tiger Studios, en dat is van... Kijk, want ik kan het beste gewoon even met de persvoorlichting praten. Ik kan maar die staat op Schiphol, bij het vliegveld. Ja, dus die zei dat ik gewoon u kon terugbellen. En dan kan ik u beter even met meneer Eilert van de vakantie vinden. Maar weet u om wat voor klachten het gaat? Want dan kan ik een beetje verder researchen. Nou ja, alles wat u genoemd heeft, dat is, klinkt mij niet onbekend in de oren. Ja, dus van het dat conducteurs zich onveilig voelen, dat ze worden bedreigd. Ja, zeker. En vooral door veilige landen. Niet alleen door veilige landen, maar die zitten er zeker bij, ja. Ja. En nou reizen ze ook vaak zwart. Nou dachten die mensen dat dat COA NS zeg maar afkoopt. Omdat ze natuurlijk niet zelf een kaartje kunnen kopen. Klopt dat als ze zwart reizen? Dat durf ik niet te zeggen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even telefoon over. Ja? Die heeft in ieder geval ook die gesprekken met die COA en die NS en dat soort dingen. Ja? En die zou u daar meer informatie over moeten kunnen geven. Oké. Okay. Heeft u pen en papier met ons? Ja. Het is 06. Oké. Okay. En weet u op welke trajecten nou de meeste problemen zijn? Of is het land? Inhoudelijk, ik zit hier gewoon op kantoor en ik zie wat dingen voorbij komen links en rechts. Maar ik ben daar niet inhoudelijk bij betrokken. Ik ben echt gewoon puur een office manager hier. Ja. Dus ik kan u van alles vertellen, maar er is niks. Ja, dit is officieel. Maar ja, want ik hoorde ook. Ja, want ik hoorde ook van die mensen zeiden van ja, eigenlijk
Voordat ik dit beroep deed, was ik links. En nu zijn we eigenlijk allemaal met z'n allen rechts. Het heeft ons wereldbeeld wel veranderd. Is dat bij u ook gebeurd of niet? Bij mij, nee. Bij mij is dat niet gebeurd. Maar ik zit er ook niet meer in. Dus dat, Ja, nee, maar omdat u veel dingen... Ik ben er wel van geschrokken. Ik werk hier nog niet zo heel lang. Maar ik ben wel geschrokken van het aantal meldingen dat binnenkomt met betrekking tot geweld. Ja. Ja, dat lijkt me ook wel heel erg eng. En wat voor... Het is niet alleen veilige landen, maar het is gewoon algemeen geweld wat er tegen het personeel van NS gebruikt wordt. Ja, vreselijk. Ja, oké, nou ik ga bellen. Dat lijkt mij verstandig, want die kan echt u de in- en uit vertellen. Oké, nou dan zijn we naar op zoek. Dankjewel. Fijne dag nog. Succes. Dag. Nou, neem even een goed glas wijn, of in ieder geval een flinke slok, want Mariska belt zo. Ik wil even nieuw opnemen. Laat een telefoonnummer afnemen, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug. Fijn. Nou, als je glas leeg is, bel Mariska even terug. We hebben in ieder geval Mariska Timmermans, die staat op Schiphol. En we hebben Petra erbij, die was boos. Want dat moet allemaal van tevoren natuurlijk, voordat alles live gaat, in kannen en kruiken allemaal uitgelegd zijn. Zodat alles begrijpelijk is en er niets verdedigd hoeft te worden. Geen misverstanden mogen bestaan. En goed. Maar dan heb je gelijk het hele probleem in een notendop waarom Nederland geregeerd wordt door persvoorlichters. Dan krijg je dit soort praat. Terwijl je zo'n klantenservice-medewerker, die zegt gewoon precies waar het om gaat. En ja. Wat jij dus ook met je conducteurs meemaakt, die je gesproken hebt en de beveiligers. Dat is gewoon dat het een enorme teringzooi is. En iedereen die er mee te maken krijgt, schrikt zich een hoedje. Nou, de Nederland, hoeveel wij betalen aan persvoorlichters. Yes. Hoeveel persvoorlichters er bestaan in Nederland. Ja. Dat is niet normaal. Geloof ik, per journalist in Nederland zijn er 11 of 12 persvoorlichters. Alleen al van de overheid. En de grote multinationals. En dus er is een factor, minimaal factor 10... aan persvoorlichters voor elke journalist. Dat is dus bizar hoeveel geld er in propaganda en hoeveel dat waard is om het juiste image op te houden richting de pers. Om dat zo in de pers te krijgen, überhaupt. En hoeveel dat waard is per... Dat is toch absurd, eigenlijk. Ja, en dan vervolgens geven ze nooit echt het antwoord. Ja. Kijk, journalisten vind ik ook vaak onfatsoenlijk. Hè? Dus dat deze Petra boos is en reageert dat ze het onfatsoenlijk vindt. Ik heb vaak dat dit soort live journalisten, hè, dat ze heel erg, vind ik ook vaak onfatsoenlijk. Maar er zit altijd een links-lul verhaal bij die journalisten. Dus ze willen altijd een of andere, ze overvallen een, en dan vaak ook geen niet eens een persvoorlichter, maar ze overvallen gewoon medewerkers of een directeur of niet eens persvoorlichters. Maar dat een persvoorlichter, wiens werk het is om pers voor te lichten, boos is om haar, dat je haar belt live, dat is toch bizar. Ja, terwijl... Dat is toch haar werk? Ja, maar terwijl de conducteurs die ik heb gesproken ook gewoon alles wat hun zeggen gewoon hier komt. Ja. Daar hebben ze ook niet over na zitten denken. Nee. Dus het is... Alles is bedoeld om de waarheid niet in de pers te krijgen. En om het gewoon weer een of ander gladgestreken verhaal erin te krijgen. En daarom zijn ze boos. Want ze krijgen de kans niet om zich voor te bereiden op jou. En dan een gladgestreken verhaal af te kunnen steken. En ondertussen mogen de echte journalisten mogen wel de moeder van Pieter Omtzigt bezoeken, om maar wat te noemen. En voor aanbellen aan de deur en haar confronteren met haar zoon. Onvoorbereid. Dat is dan. Het is echt bizar. Het is meten met twee maten, weet je. Het is gigantisch. Dat hele kartel van persvoorlichters, grote bedrijven. Want die vakbond van. Ik ben benieuwd wat je nou nog gaat zeggen, hè? Onze grote. Ik denk wel echt dat hij zijn best doet om deze mensen te beschermen. Dus ik denk niet dat je die is natuurlijk geen debiet hieraan. Hè? Dus ik denk niet dat deze vakbond nou zozeer de schuldige is. Nou, maar waarom reageert een persvoorlichter boos als pers haar belt? Ik denk omdat ze geld krijgen van het COA om het verhaal... Ja, maar je hebt nog niet eens een vraag mogen stellen. Je hebt nog niet eens een vraag kunnen afvuren op haar. En ze is al boos. Dus dat betekent gewoon dat haar werk eruit bestaat om gladgestreken verhalen te krijgen. Ik denk dat het gewoon al heeft gebeld met alle mensen met wie ze zaken doen. Hopen dat ze niet meer... Ja, echt. Denk je? Ja, dat zou ver gaan. Ik denk wel. Ja.
We staan in een zwart boek. De zwarte lijst. Nou ja, ik denk het eigenlijk niet. Ja, ze reageerde enigszins gepikeerd op Blue Tiger Studio. Toen je dat zei. Ja. Maar ik hou ook nog de optie open dat ze gewoon helemaal niet kende. En dat ze dacht dat ze in het ootje genomen werd. Dat ze gewoon niet wist wie wij zijn of wat we doen. Maar het kan ook inderdaad dat ze gewoon allemaal nu goed weten wie jij bent. Ja. Zullen we nog eens een keertje proberen te bellen? Ja, natuurlijk. Misschien heeft hij al een flinke slok genomen. Moet wel even indalen natuurlijk, een goede dosis alcohol. 8-1. Dus. Even de NS zelf bellen, hè? Ja. Pie is er niet. Dus we gaan de NS bellen. Ja. Wij proberen u door te verbinden. Een moment. Goedemiddag, NS Persvoorlichting. Dag, met Mariska de Haas van Blue Tigers Studio. Ik ben journalist. Ik heb met verschillende machinisten en beveiligers op de treinen gesproken. En die vertelden dat er enorm veel overlast is van vooral mensen uit het AZC van Budel. Die uit veilige landen komen, zoals Algerije en Marokko. Uh-huh. En hij dacht dat het wel minstens 1 miljard euro per jaar zou kosten. En deze mensen zouden zwart rijden. En hij vermoedde dat de NS dan geld kreeg van het COA. Omdat ze dus nooit een kaarsje kunnen kopen. En ook nooit de boete kunnen betalen. Klopt dat? En wie zegt dat? Van dat zoveel per jaar? Dat zeggen mensen die beveiligers zijn van de NS. Oké. En een van die beveiligers of machinist zegt dat. Ja, meerdere, ja. 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 Ik moet even een woordvoerder terug laten bellen. Ik noteer even uw gegevens. Ik heb verstaan Mariska in de achternaam. Mariska de Haas. De Haas. En u bent van? Blue Tiger Studios. Ja. Oké. En op welk nummer bent u bereikbaar? 06. Ja, 6. Nou, dan heb ik het zo compleet. Ik zal het even doorzetten. Ja, nou heel van mij. Weet u iets van deze problematiek af? Dat dat er veel overlast is in treinen door bewoners van AZC Budel? Ja, nou daar laat ik dus even de betreffende woordvoerder over terugbellen. Oké. Okay. Ja, dat is beter. Oké, want u bent de woordvoerder Ik zet het door en dan hoort u zo spoedig mogelijk. Oké. Ik weet niet zeker of het vanmiddag nog lukt, maar okay. Ik doe mijn best. Oké. Okay. Ja? Ja, oké. Okay. Bedankt. Dag. Graag gedaan. Dag. Kijk, met alle respect, maar dit vind ik wel een professionele respons. Kijk, we krijgen niet wat we willen. Ja, ze laten betreffende... Zij is de woordvoerder. Ja. Maar zodra ik het binnen heb, dan neem ik... Dan gaat iemand zich voorbereiden op jouw vraag. Is allemaal genoteerd. Krijg je straks een gladgestreken verhaal terug. Dan ben ik benieuwd wat we daarmee kunnen. Ja. Ja. A few moments later. Oh, zijn we hebben. Ja, ik zal even kijken. Met Mariska. Goedemiddag, Mariska. Spreek je van de Nederlandse Spoorwegen. Goedendag. Hallo, afdeling persverlichting. Ik zocht jou even terug te bellen. Het gaat over de situatie met veilige landen, zoals het dan heet. Ja. Het AZC Budel. Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, de collega die hier meestal vragen over beantwoord heeft en zo, die is nog met vakantie volgende week, toch? Dus ik ben in ieder geval even terugkijken of je al een paar vragen hebt waar ik eventueel mee kan. Maar misschien dat je het antwoord op zo'n dingen als schuldig moet blijven. Okay. Dus ik laat het je maar even weten. Nou, het is dan belangrijk dat in ieder geval deze week nog even teruggebeld wordt. Ja, een van de dingen die mij... maar ik weet niet of u dat weet, waar ik best wel van schrok... was dat de beveiligers van de NS die zeggen... nou, als iemand zwart rijdt, hè, dus als ik bijvoorbeeld zwart rijd... of ik vier, dan krijg ik van de conducteur een kaartje. Dat is een kaartje met boete. Dus dan krijg je een kaartje plus nog een boete erbij. En als ik die dan als ik op dat moment niet kan betalen... dan krijg ik die daarna in mijn rekening in een bus... en dan moet ik het daarna betalen. Ja. En de bewoners in Budel kregen dat in eerste instantie ook. Dat werd nooit betaald. En zij zeggen dat het COA dat heeft afgekocht bij de NS. Weet u daar iets van? Het COA dat heeft afgekocht, zeg je?
Ja, dus dat zou, omdat, ja, die hebben natuurlijk niet het geld om een treinkaartje te kopen. Laat staan met een boete erbij. Dus wie betaalt dan dat treinkaartje met boete? Ja, ja. Nou, het is niet zo dat iemand op voorhand zwartdranken kan afkopen bij NS, zeg maar. Daar hebben wij geen regeling voor. Oké. Okay. Dat weet ik. Ik weet wel dat het een probleem is dat met de identificatie en het laten betalen van het verhoogde bedrag als iemand geen vervoersbewijs heeft. En dat het wel een probleem is wat speelt bij het AZC in Budel. Ja. Dus hun postadres is dan het AZC. Daar komt het dan terecht. Ja. En als mensen moeite hebben om te betalen of het niet in de systemen zitten, dan is het wel eens lastig. Dus we zijn ook in gesprek met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja. Om te kijken of wij de betalingen van een uitstel van betaling met de wettelijke verhoging, of we die kunnen verbeteren. Maar er ja. is geen, ik kan wel even een check voor je doen, maar ik weet het nagenoeg zeker, een regeling is er sowieso niet. Of het COA dat namens iemand betaalt, dat zien wij dan bij wijze van spreken niet als dat gebeurt. Maar we hebben geen regeling met het COA hiervoor. Maar hebben jullie dan wel dat jullie geld te weinig krijgen? Dat jullie zien van ja... Per definitie, als iemand zwart rijdt en dus geen kaartje koopt. En het is bekend dat het aantal zwartrijders daar hoger is, omdat mensen niet bij macht zijn een kaartje kopen, et cetera. Nou, die problematiek moet duidelijk zijn. Als iemand geen kaartje koopt, dan lopen wij geld mis op dat moment. He, dus dat speelt inderdaad wel. Ja. Dat is ook wel bekend. Wij hebben daarom ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en ook met de gemeente gesprekken van goh, hoe kunnen we dat nou verbeteren? En we hebben ook de situatie op het station daar aangepast. He, dat met kaartcontrole en dat soort zaken. Ja, want er staan nu mensen met honden, geloof ik, om te checken of mensen wel een kaartje hebben. Sorry? Er staan nu ook bij de stations vlakbij het AZC... mensen met honden om te checken of mensen ook wel echt daadwerkelijk... Ja, dat is de laatste informatie die ik heb. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik van de laatste twee weken even de vakantie niet precies weet wat de plek en nu de situatie is. Maar dat is wel het laatste wat ik heb gehoord, is dat we daar nu inderdaad ook beveiligers hebben. Ja. Om bij het station te controleren of mensen die daar komen wel een vervoersbewijs hebben. Ja. Omdat de situatie daar ingewikkeld is wat dat betreft. En we willen natuurlijk, de trein rijdt wel. Maar dan moet uiteindelijk wel een prijs van een treinkaartje betaald worden. Dus wij willen natuurlijk graag betalen. Reizigers vervoeren uiteraard. Ja, want hoeveel kosten lopen jullie mis hierdoor? En hoeveel extra kosten maken jullie met extra beveiliging? En wie betaalt? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Omdat natuurlijk sowieso... Kijk, de sociale veiligheid in Nederland, helemaal los van het AZC, is gewoon best wel een onderwerp in de samenleving. Ja. En ook gewoon een nachttrein, uitgaanspubliek, gewoon in de volle breedte. Dus we hebben een behoorlijk groot veiligheidsapparaat, laat ik het zo maar noemen, met afdeling veiligheid en service. En waar mensen ook BOA's zijn, mensen aan kunnen houden, camera-systeem. Maar dat is veel breder dan veilige landenproblematiek of Budel. Daar hebben wij geen cijfers van en nou helemaal niet zo specifiek pingepoint daarop. En deels hoort het er natuurlijk ook, ja, helaas kun je dan zeggen, maar wel bij dat je ook natuurlijk zorgt voor de veiligheid in de trein. Omdat er nou helemaal mensen in bestaan die soms kwaad willen. En die kosten zitten toch daar in totaal in. Ja, want ik heb hoeveel geld we mislopen als het gaat over zwarte rijders bij AZC. Omdat het gewoon uiteindelijk op de grote hoop is. En wij, iemand die niet rijdt, niet weten of iemand wel of geen baan heeft in Nederland geboren is. En wat zijn verblijfplek is op dat moment per se. Op dat niveau wordt dat niet bijgehouden. Nou, ik heb in een groepsapp mogen kijken van een beveiliger. En die maken dan een foto van iemand die gevaarlijk is in de trein. Of zwart rijdt. En ongeveer 95% waren mensen uit het COA op de trein rondom Budel. Uh-huh. Weet je daar iets van? Nee, kijk, wat hij laat zien, dat is wat je op dat moment ziet. Maar ik heb dat is gewoon een groepsapp van alle conducteurs samen. Wat zeg je? Dat is een groepsapp van alle conducteurs samen. Dus die informeren elkaar dan van, kijk uit, deze man rijdt zwart en hij is gevaarlijk. Nee, dat snap ik wel. Maar kijk, ik kan natuurlijk niet op zo'n foto zien of dat een... Ik zit niet in die appgroep. Ik heb gewoon geen cijfers over het aantal mensen dat het betreft. Wat dat betreft. Dus wat hij al laat zien is wat jij op dat moment natuurlijk ziet. Maar ik heb geen cijfers die dat kunnen staan of zo. We weten dat gewoon niet. Ja, en heeft u enig idee hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn? Nee, dat zou ik echt niet kunnen aangeven.
Want dat komt omdat we namelijk in zijn algemeenheid gewoon een veiligheidsapparaat hebben. Als het gaat ook over de dag uitgaanspubliek, studenten, festivals, et cetera. Met crowd control, crowd management, voetbalhooligans en zo. Dus dat is in zijn totaliteit. Dus specifiek op hoeveel kost het dan als het gaat over ASC Budel, hebben we daar geen cijfers over. Ja, die beveiligers die zeiden eigenlijk allemaal tegen mij van ja, op het moment voordat je conducteur of beveiliger wordt, stem je misschien links, maar op het moment dat je hier op de trein reist, dan krijg je een heel ander beeld. Dan ga je meestal op een andere partij stemmen. Omdat het zo extreem is. En vooral, zeiden ze, hebben ze veel overlast van mensen uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije. Weet u daar iets van? Sorry, wat zei je als last? Dus ze hebben vooral last van mensen uit Marokko en Algerije en Somalië. Dus uit veilige landen die dan in het AZC zitten. Ja, ja. Nee, maar dat is ook de problematiek die er speelt. Hè? De problematiek met de veilige landen die dan nu in het AZC zitten. Hè? Ja. Dat is ook bekend waar ze specifiek vandaan komen, dat weet ik niet. Oké. Ja, en ook daarin zijn je nu in gesprek met het ministerie van Justitie. Dat de plekken met de gemeente en met het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we ook gewoon gezegd. We hebben dat ook opgeroepen. We willen wel maatregelen om daar op een fatsoenlijke manier als trein te kunnen uitvoeren. En te zorgen dat reizigers daar veilig kunnen reizen. Dat reizigers betalen. En dat onze mensen daar op een veilige manier werk kunnen doen. Maar zou het niet... Ja, misschien een hele stomme vraag hoor. Maar zou het niet ook handiger zijn dat dit soort veilige landers... mensen uit veilige landen wat sneller Nederland uitvertrekken? Zodat ze dus niet... zo lang problemen kunnen veroorzaken in de trein. Ja, dat is dan weer een vraag aan de politiek en niet aan de vervoersbedrijf. Dus dat zou je echt even aan de politiek daar moeten vragen. Je zou ze wel kunnen adviseren, toch? Nee, maar kijk, dat is gewoon een politieke vraag die ik als woordvoerder van de NS niet kan beantwoorden. Dat zou je aan een politicus of aan een bestuurder moeten vragen. Ja. Wij zien gewoon dat er overlast is. Daaromtrent dat asielzoekerscentrum met veilige landen. Dus wij willen daar maatregelen tegen. En dat die mensen er zijn wat van politieke maatregelen daarop nodig zijn. Dat is echt aan de politiek of aan het bestuur van de regio of van het land. En dat is niet iets voor een vervoersbedrijf om te beantwoorden. Ja, maar schrikt u ervan als u dan de cijfers ziet? Ja, maar dat is meer een persoonlijke kwalificatie van mij als woordvoerder. Het is gewoon heel vervelend als wij reizigers niet op een fijne manier kunnen vervoeren daar door die problematiek. Ja. En het is heel veel als collega's niet op een fijne manier hun werk kunnen doen. Dat mag duidelijk zijn. Ja. Oké. Oké, nou hartstikke bedankt voor uw tijd. Fijn dat u even terugbelde. Wat zeg je? Druk? Nee, fijn dat u even terugbelde. Oh, terugbelden? Oh, sorry, heel druk. Heb ik dacht ik zei. Ja, nee, natuurlijk. Daar zijn we voor. Dat is geen probleem. Oké, nou hartstikke fijn. Oké, fijne dag nog. U ook. Dag. Oké, 1. Hij geeft je in alles gelijk waar hij je gelijk kan geven. Mm-hmm. 2. Ze hebben echt per uitgavenpost alles in de boeken staan. Daar ligt hij. Echt wel. Hij ligt. De NS weet precies wat het ze kost in Budel. Op dat hele traject. 3. Hij zit niet in de WhatsApp-groep. Nee, gelukkig niet. Hè? Maar dan zouden de conducteurs ook niet vrij uitspreken. Maar dat is niet waar. En 3. Dat is aan de politiek. Weet je, dat klopt helemaal niet, want bedrijven als de NS hebben een directe lobby met elk ministerie wat er voor hun toe doet. Dus elk belang van de NS weten ze direct Den Haag bij te vinden. En is wel degelijk, zijn ze direct in gesprek met politiek en met bestuur. Dus hij geeft je op alles gelijk wat gewoon maar... Het is veilige landersbudel. Ja, nee, klopt. Maar nee, hoe heet het niet? Hoeveel? Ja, ze weten precies hoeveel. Dat kan niet anders. Elk bedrijf heeft dat in de boekhoudstaten staan. Het is dat ik geen boekhouder kan betalen. Maar of juist wij niet. Dat ook, of expres juist niet. We willen niet weten hoeveel het is. We houden onze ogen dicht. Ja, ik geloof er geen reet van. Ik geloof er helemaal niks van. Ergens moet het bonnetje doorgeschoven worden naar het ministerie en met justitie. Want justitie zijn ze ook mee in gesprek om boetes te betalen. Ja. Want dat moet wel betaald worden. Dus COA doet dat blijkbaar niet, volgens hem. Of soms wel, maar of soms weet wel, niet. Maar dat weet hij niet. Hij weet niet wie het dan betaalt. Voorhand, hè? Ja. Dus ze zijn eigenlijk nu, achteraf zijn ze dus... met de justitie in gesprek, maar op voorhand hebben ze nog niks. Maar nu willen ze eigenlijk met justitie een deal maken dat ze op voorhand al boetes kunnen vergoeden bij het ministerie van Justitie. Ja.
Nee, het is heel raar. Maar leuk dat hij terugbelde dat we hem nog net op tijd in de studio hadden. Ja. Echt tof. Heel tof. Maar het gaat natuurlijk om die bewering van die beveiliger dat er 1 miljard euro schade per jaar wordt gedaan door asielzoekers uit veilige landen. Voornamelijk veilige landen. Dat is nogal wat. 1 miljard, joh. Hoe wil je dat in vredesnaam? Zou dat inclusief alle beveiligingskosten zijn? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat, dat rondom dit hele verhaal zoveel extra hidden costs zijn. Mm. Verborgen kosten die we niet zien. En stel je voor, als we geld erover hadden, dan is dat natuurlijk niet zo erg. Maar dat hebben we niet. Er zijn zoveel mensen die kunnen niet hun gasrekening betalen, kunnen niet hun eten betalen, die struggelen met hun gewoon hun dagelijkse bestaan. En dat is niet eens zozeer de arme mensen, maar dat is zelfs de middenklasse, het MKB. Ja. En weet je, als je niet eens weet dat je kinderen, die al jarenlang op een lijst staan voor een huurwoning, of ze die krijgen, ja of nee. Maar je betaalt wel als arbeider of zelfs als dubbel inkomen die je hypotheek bij elkaar moet harken. En je belastingen netjes elk jaar. Je kinderen krijgen geen huis. Maar je belastingen gaan naar dit soort onzin als vandalisme. En jaarlange onderhoud voor mensen die niet eens hier horen. Die hier gewoon jarenlang mogen blijven. Voor wie alles betaald wordt. Dat is toch wel dubbel zuur, weet je. Want niet alleen het COA betaalt het vandalisme van deze mensen, maar ook hun huisvesting. En als ze uiteindelijk een paar jaar hier mogen blijven en een huurwoning wegkapen voor de neus van je kinderen. Je betaalt hun huisvesting en je betaalt die van je kinderen, want die kunnen het huis niet uit. Die kunnen niet zelf nestelen. Dat is toch zo, dat is toch waanzinnig zuur. Ja, en het is dus ook weer het tegenovergestelde van het beleid van Orbán. Die zegt van we willen dat mensen zelf hun kinderen, dat onze eigen landgenoten kinderen krijgen. Op het moment dat jij niet kunt samenwonen en geen gezin kan starten, omdat je geen huis hebt. Maar krijg je zelf ook geen kinderen. Ja. Dan stel je dat ook uit. Je ziet de leeftijd ook gewoon stijgen. Hoe is de huisvesting in Hongarije? Is dat voor iedereen genoeg? Wordt er gebouwd? Wordt er niet gebouwd? Je hebt daar vergrijzing, dus er zijn daar te veel huizen. Kijk. En er is heel veel ruimte. Dus, dus daar is en is dat met name op platteland of in de stad? Waar is de grootste? Er is geen tekort aan huizen. Nee. Dus zelfs in de stad is er geen tekort? Nee. Oké, maar dat is natuurlijk wel fijn voor Hongarije. Maar in principe, als wij geen immigratie zouden hebben, ruim 20 jaar in waanzinnige aantallen, dan zouden we waarschijnlijk ook geen huizen tekort hebben. Zo is het gewoon. Als wij een Hongaarse immigratiepolitiek hadden met nul immigratie of 0,01%, dan zouden we ook geen woning tekort zijn. Dat zou er niet zijn. We hoefden ook niet bij te bouwen. We hoefden ook geen boeren uit te onteigenen vanuit een of ander fantoomprobleem, stikstof gecreëerd. Maar ze willen al die problemen bij elkaar gooien, zodat er uiteindelijk een soort van flessenhals ontstaat, waarin we gewoon allemaal door het putje gespoeld worden. Ja, het is een enorm groot probleem. We staan voor een uitdaging. En ik vraag me echt af hoe wij als dit zo door blijft gaan, hoe dit over 10 jaar eraan toe is. Ik ben ook benieuwd naar de uitkomst van de verkiezingen en de nieuwe regering, wat die gaat doen en hoe die. Want er is een immense uitdaging waar het nieuwe regering voor gaat komen te staan. Heb jij Omtzigt al een keer ontmoet? Ik heb bijna wekelijks gesproken met Omtzigt. Hoezo? Hoe dan? Ja, toen ik hoofdredacteur was voor Katholiek Nieuwsblad. Zat je in panels of iets? Nee, maar hadden wij wekelijks of maandelijks wel contact met, met opiniestukken en interviews. Ja, ik denk mij goed. Ja. Ja. En wat denk je ervan? Nou, hij is heel hard naar PVV en FVD. Waarom? Ik denk omdat hij zich anders wil profileren. Hmm. Ik denk dat het een Dus jij denkt dat hij de verkiezingswinst pakt en dan toch met hun aan tafel gaat zitten? Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel. We hebben nu BBB gezien, hè, met de provinciale verkiezingen in de Eerste Kamer. Die zijn de grootste geworden. En vervolgens in al die provincies gaan ze met GroenLinks en PvdA regeren. Die eigenlijk gewoon anti-boer zijn. En je ziet dat BBB ook die agenda gewoon overneemt.
Wat gaat Omtzigt doen? Gaat hij laten zich ook inpakken door het systeem? Nee? Nee, Omtzigt is heel eigenwijs. Ja? Omtzigt is totaal niet een mannetje die zich voor een karretje laat spannen voor zijn carrière. Of die is echt, daarom heeft hij ook een burn-out gekregen. Geloof jij dat, dat hij een burn-out heeft gehad? Ja, want als hij zich in een dossier bijt, dan laat hij niet meer los totdat hij echt alles boven tafel heeft gekregen. En dat doet hij in alles, dat heeft hij in Europa gedaan. Ja, maar kijk, dat is het beeld wat we in de media van hem kennen. Nou, maar dat is ook echt het media. Ook echt wat ik echt van hem heb gezien. Hij heeft me zelfs wel eens een keer om 1:30 s'nachts of zo gebeld. Of echt heel laat, omdat hij dan een vraag had. En hij was gewoon nog bezig met het werk. En hij wilde het weten. En hij wil niet zeggen wat. Ik heb echt alle politici geïnterviewd. En Omtzigt is echt een van de weinigen die niet iets zegt om zieltjes te winnen, maar echt zegt wat hij bedoelt. Ja. Dus ik kijk, dat hij met zichzelf samenvalt, dat zou kunnen. Hè? Dat hij voor zichzelf integer is. Maar je kunt alsnog zeggen, ja, maar hij is veel te naïef. Of we hebben er niks aan als hij niet met de PVV wil samenwerken. Of we hebben er niks aan wanneer uiteindelijk alles gewoon weer in het GroenLinks-VVD en PvdA-kartel terechtkomt. Ja, maar het grote nadeel is van Nederland is dat er zoveel politieke partijen zijn, dat partijen wel samen moeten werken. Ja. Hoeveel zijn er in Hongarije? Ja, eigenlijk maar 2. Nee. Of 3. Ja, er zijn dus 4 of 5, maar eigenlijk maar 2. Drie die echt. Jobbik. Je hebt eigenlijk 3 grote partijen die echt serieus zijn. Je hebt ook nog eentje en die is de clownspartij. Dus dat is een beetje de. Ik hou niet van politiek, dus stem op mij. Maar je hebt daar gewoon een hoge kiesdrempel. Dus je komt gewoon niet binnen. Als Duitsland ook, kiesdrempel van 5%. Ja, en in Nederland heb je zoveel splinterpartijtjes. En dat maakt het natuurlijk. Iedereen die een beetje boos is of één puntje niet mee eens is, die begint een eigen partij. Maar ik vind het zo dom dat al dat persoonlijke geharren waar van, ja, maar jullie zijn niet rechtsstatelijk genoeg. En ja, jullie zijn te extreem. En ik ga jullie uitsluiten en die gaat die uitsluiten. En ik vind het allemaal zo kinderachtig. En dan denk je van, god man, je bent een kerel die op 40 zetels in de peilingen staat. Of misschien nog wel meer. En die ga je nog halen ook, weet je, als je het een beetje goed doet. En dus ik wantrouw iedereen die gaat roepen over uitsluiting en dergelijke. Ik vind dat gewoon heel raar. En Omtzigt, kijk, die kan heel, heel goed het oprecht bedoelen. Maar Kaag zal het ook wel ergens oprecht bedoelen. En geloven in haar eigen idealen. En dat, ik twijfel eraan, maar iemand als Omtzigt, dat geloof ik wel. Maar wat hebben we aan een bange man met 40 zetels? Ik denk dat hij dit soort dingen misschien ook zegt omdat hij anders geen partij kan vormen. En dat bepaalde mensen niet met hem samen willen werken als hij samen gaat werken met Wilders en PVV. Ja. Dus hij moet natuurlijk wel een solide partij hebben. Maar hij kan het natuurlijk niet in zijn eentje doen. Ja. En ik denk dat zou bijvoorbeeld ook een onderliggende reden kunnen zijn. Ja. Dus om een partij te vormen en dus ook echt zoveel mensen te hebben die ook allemaal in de Kamer kunnen komen, moet je gewoon concessies doen. En dat zou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn dat Pieter Omtzigt dit moet doen, omdat er anders mensen zijn die niet met hem samen willen werken. Dit moet doen houdt toch wel in dat je denkt van nou, na de verkiezingen gaat hij toch een ander toontje aanslaan. Weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Dat heb ik echt. Of dat hij toch wel onder druk staat van het. Hè, dat, de, van het die ligt andere natuurlijk partijen. Ook aan de verkiezingsuitslag. Ja. Hè? Ja, ja. Dus ook zo'n verkiezingsuitslag. Dan heb je een nieuwe werkelijkheid. Waarin je dan uiteindelijk op nieuwe afwegingen kan. Ja, verkiezingsuitslag zegt alles. Stel je voor. Ik denk niet dat het gebeurt. Maar stel je voor. PVV wordt veruit de allergrootste partij. Mm-hmm. 2 keer zo groot als de nummer 2. En dat zou dan Omtzigt zijn. Dan zou Omtzigt echt niet zeggen van nou, wij sluiten PVV uit. Dat kan dan niet. Nee. Dus ik denk dat er is altijd een andere werkelijkheid nadat de verkiezingen zijn geweest. Ja. Dus, dus in die zin vind jij Omtzigt toch wel weer een politiek gepokt en gemazeld beest. Die precies weet hoe het moet en hoe het gaat. Ja. En die zal ook alleen maar werken met dat soort mensen. Die, er komen gladgestreken types op de lijst. Ja.
Ja, dat, ja. Kijk, ze hebben natuurlijk ook allemaal geleerd van Lijst Pim Fortuyn, ja. Die het niet... Nou, dat is zeker een goed punt. Hè? Ja. Die ook gewoon... weer uit elkaar gespeeld werd omdat er dubieuze figuren... Hè, zo, dat bedoel ik dus. Herbe en zo. Ja. En niet dubieus van zichzelf, maar waarvan je denkt, van, daar zitten weer geheime diensten achter. Die gewoon bommetjes op die lijst hebben gezet. Die dan na afloop gaan die hele partij doet imploderen. Ja, ik denk wel echt dat wat jij nu gaat doen in de EPOC en met jou met de Blue Tiger Studio, dat mensen steeds meer niet meer geloven in de politiek, niet meer geloven in de overheid en steeds meer onafhankelijk zijn voor zichzelf. Ja. Ik denk wel. Kijk, je kunt er niet blind voor zijn. Je kunt niet zeggen van ik keer me de overheid de rug toe. En dan ben ik er vanaf. Nee. Natuurlijk niet. Je wil ook geen anarchie en chaos. Maar ik denk wel dat dat wel in Nederland een beetje een trend wordt. Zo vind ik ook echt wel gaaf wat jij zegt. Hè, dat je je eigen kast hebt waarmee je je eigen eten probeert te maken. Dat je ziet dat steeds meer vrienden van jou dat zelf doen. Dat je zonnepanelen hebt waarmee je zelf energie kan opwekken. Dat zal wel moeten, want anders dan kost het me €3000 in de maand. Dat kan niemand opbrengen natuurlijk. Ja, en je had ook een accu, geloof ik. Ja, een pakket. Ja. Nou, dat is. Dat, ik denk ook dat dat een beetje een toekomst is. En ook een super gave investering is. Ja. Het is van die hele grote accu's. Waardoor bedrijven en consumenten, of min- of kleinbedrijven, minder afhankelijk zijn van het overvolle netwerk. Ja. En ook handel kunnen drijven met energiebedrijven. Ben je daarmee bezig? Ik ben daarmee bezig. Ik ga jou ook leren hoe je dat kunt doen. Nou. Want dat is dus ontzettend goede investering. Gemiddeld een investeringsopbrengst van 30-35% en na 10 jaar 60%. Dat kun je nergens anders uithalen. Maar accu's gaan toch helemaal niet zo lang mee? Nee, die gaan ongeveer 10 jaar mee. Maar daarna kun je ze opnieuw verbeteren. En dan gaan ze weer 10 jaar mee. Dus de eerste 10 jaar hebben ze een rendement van 30% als je er ook handel mee drijft. En dat ga ik je leren. En hoef je niet zelf te doen. Er zit dan een tussenpersoon tussen. Maar en iemand komt dan hun auto opladen aan mijn laadpaal of zo? Nee. Jouw containerbatterij wordt aangesloten op het net. Yeah. Op momenten dat dat energie heel erg goedkoop is, vult de en je hebt geen zonlicht, bijvoorbeeld in de wintermaanden, vult die zich automatisch. Daar zit zo'n tussenpersoon die zorgt daarvoor. En op het moment dat energie heel duur is, stort je terug op het net en krijg je daar geld van. Okay. En door die handel te drijven, krijg je ongeveer 30-35% winst. Maar dan moet je toch, dat moet toch een waanzinnige accuvoorraad zijn? Dat moet een waanzinnige opslag zijn, heel duur. Ja, het zijn grote investeringen. Okay. En hoe meer je investeert, hoe meer je rendement je hebt. Want het zijn 30%, 35% winst. Dus wat heel gaaf is, dat is als je bijvoorbeeld... ik wil dat nu met een vriendengroep gaan doen. Dus als je samen één hele grote accu koopt. Yeah. Of je ziet ook bijvoorbeeld dat boerenbedrijven dat doen. Die toch geld hebben, dat willen investeren. Maar wat kost zoiets dan? Als je een grote accu wil hebben waar je echt handel mee kan drijven, dan spreek je al snel van 2 ton. Maar dan kun je dus wel, haal je wel 30%. Maar hoe groot is letterlijk die accu dan? Wat voor afmetingen heeft zoiets? Ja, zoals een container, zeg maar. Een container groot, ja. Een container groot. Ja, dus. Je gooit hem vol wanneer er dus overcapaciteit is op het net en de energieprijs is heel laag. Ja. En je gooit hem leeg wanneer die energieprijs hoog is. Ja, ja, of de boer die ik heb geïnterviewd, die heeft ontzettend veel zonnepanelen. Maar op de piekmomenten moet hij betalen om de stroom kwijt te kunnen. Op net te gooien. Dus dan kan hij hem gratis in zijn accu zetten. Ja. En wanneer de energieprijs heel duur is. Okay. Maar zo'n boer heeft natuurlijk al waanzinnig lopen betalen om dat hele panelendak vol te leggen. Ja. Want dat is geen grap. Nee. Hoeveel geld dat gaat kosten, dan ben je ook al ton, 2 ton verder. En dan, nu wordt hij dan geconfronteerd met de energieprijs en energiemaatschappijen of netbeheerders die zeggen van ja, nee, maar wacht eens even, iedereen kan zonnepanelen hebben, maar dat overbelast het net. Dus we gaan nu de leveranciers van energie die gaan overal aan verdienen, weet je, die netbeheerders. Ja. Die gaan niet alleen aan de
aflevering van energie verdienen, maar die gaan ook aan de toeleveranciers verdienen. Dus in één keer iedereen die zich aan die zonnepanelen heeft laten stimuleren, want dat zou goed zijn voor het klimaat en werd gesubsidieerd, al dan niet gesubsidieerd, maar in ieder geval hebben ze dat allemaal aangelegd, zeker sommige boeren die al die schuren vol hebben gelegd. En dan nu in één keer worden ze met die extra kosten geconfronteerd. Of nou ja, kosten, ik vind het gewoon, het is gewoon een soort belasting, weet je, het is een verkapte belasting. Ja. Dus er wordt gewoon een nieuw verdienmodel gecreëerd en dan in één keer komt dat accupakket er nog overheen. Ja, dan gaan we het maar in accu's opslaan, hoppa, weer 2 ton. Ja, maar dat haal je er wel uit en dan een keer in je handel drijven, dus dan is dat denk ik wel een investering waarmee je dus kan kopen en verkopen van stroom. Waarmee je dus gewoon echt, ja, als je een beetje goede accu hebt, ja, binnen 10 jaar miljoenen mee kunt verdienen bijvoorbeeld. En zeker na 10 jaar, dan is je batterij niet meer zo goed. Laat je hem repareren. Dan kan hij weer 10 jaar mee. Mm. En dan, maar dat is ook niet gratis. Die dat is niet gratis. Maar je krijgt wel weer die 30, 35%. En dan krijg je 60% winst zelfs. Mm. Omdat die accu heb je er eigenlijk al lang uitgehaald. En dan heb je dus veel meer winst. En waarschijnlijk omdat het net steeds voller en voller raakt. Omdat er steeds meer mensen een elektrische auto hebben. En steeds meer mensen een elektrische fiets hebben. En het gas steeds minder wordt gebruikt. Ja. Zie je dat in de afgelopen 4 jaar tijd is die winst al verdubbeld. Maar je moet toch gewoon bij de wortel beginnen. En dan zeggen van ja, maar die hele energiemarkt is gewoon onder druk komen te staan. Omdat mensen van het gas af moesten. Er werd klimaatneutraal beleid werd er doorgevoerd. Verplicht voor bedrijven. Dus die moesten hun... Ik weet van vrienden van mij, die gingen naar een andere locatie toe. Die zaten in de stad. Een heel mooi oude binnenstedelijke industrie. Die moesten eruit omdat het te groot werd. Konden vrachtwagens niet meer eigenlijk door de stad heen. Of dat is wou de gemeente niet meer. En nou, dan gaan ze verhuizen, gaan ze naar een nieuwe locatie kijken. Dan kom je aan zo'n blokkendoos aan de autobaan terecht. Heel mooi, de ruimte, alles goed, piek fijn. Maar ze mochten dat alleen maar doen wanneer ze ook nog een klimaatplan erbij hadden bedacht. Dus er moesten zonnepanelen op het dak, er moest energie-neutraal gewerkt worden. En dat was nogal heel erg energiebehoeftige industrie. En kijk, dan ga je dus als bedrijf zonnepanelen aanleggen. Ja. Maar dan word je dus ook en passant aangemerkt als energieleverancier. Ja. En dan word je opnieuw een cash cow, weet je. Dus je wordt eigenlijk van de regen in de drup geholpen. Terwijl het hele eieren eten is natuurlijk van de vraag van... we hebben gas en energie genoeg in de wereld. We hebben Rusland, Noorwegen, de Noordzee, dat is dicht in de buurt. Waar ze allemaal de hele infrastructuur was in orde. Maar toch werd die energietransitie er doorheen gejast. En dat is gewoon politiek beleid. We hadden toch ook gewoon kunnen zeggen, ja, dit willen we gewoon niet. Nou, wat Hongarije doet, is zij bouwen een hele grote kern... Hongarije bestaat uit kernenergie. Iedereen draait erop. En je ziet geen windmolens daar in het hele landschap. Ja, zodra je Oostenrijk uitrijdt en Hongarije binnen... Dan in één keer is het einde windmolens. Nou, ik heb ook een houtkachel. Ja, nou ja, bos genoeg. En, kijk, als ik een perceel bos had, had ik ook geen zonnepanelen hoeven hebben. Maar het is nu gewoon de vraag, hoe overleef ik die waanzinnige prijzen van energie? Want het is een groot pand, het is niet te betalen. Nee. Mijn ouders zijn geëmigreerd naar Hongarije. Ze zijn Nederlands. Zitten op hout en op gas. Hmm. En... de gasprijs in Hongarije is het laagst van heel Europa. En waar halen ze dat vandaan? Het gas? Ja? Dat gas komt uit, Rusland. Dus dat kan wel, ondanks sancties. Oostenrijk heeft het volgens mij, Italië heeft het. Er zijn dus EU-landen met Russisch gas. Ja. En daarom hebben ze hebben laatst een nieuwe... Hongarije heeft een nieuw akkoord gesloten met Rusland... Ja. En de prijs is verlaagd. Dus de prijs van gas is verlaagd. Orbán zegt, de premier, van ja, het is oorlog in Rusland en Oekraïne. Daar zijn wij het niet mee eens. Maar we willen niet dat door hun oorlog onze mensen kou hoeven te lijden. Ja, maar kijk, wij lijden niet alleen kou. Maar het is onbetaalbaar geworden. Dus we lijden letterlijk kou. Een heel groot deel van Nederland. Er zijn wel echt mensen die kou lijden, hoor. We maken onze middenstand gewoon helemaal kapot. Het hele MKB gaat eraan. Want die kan dit niet betalen. En ik denk ook wel... Kijk, ik moet even kijken hoe dat zit met jouw accu-dingen. Want dat is waarschijnlijk mega.
Maar dat is ook weer iets voor het groot bedrijf. En dat is ook weer iets wat niet voor de MKB is. Kijk, ik heb in corona hebben wij goed gedraaid. Dat weet iedereen, dat zeg ik ook tegen iedereen. We hadden goede coronajaren als Blauwe Tijger zijnde. Dus wij konden dat accupakket aanleggen. Maar op de normale omzet van de Blauwe Tijger kan het niet eens. Kunnen we niet dat soort grappen veroorloven. En heel veel MKB kan niet door dit soort grappen veroorloven. Even zonnepanelen aanleggen, even batterijtjes erbij. En dus we zitten eigenlijk in een soort van... het kan net, maar de meeste MKB gaat gewoon ten onder nu. Ja. Ze moeten van het gas af. Zo niet betaal je nog hogere belastingen en betaal je misschien zelfs boetes omdat je niet van het gas af bent en dat je niet alles verduurzaamd hebt. En je moet ook nog in je bedrijf moet je ook nog voldoende vrouwen en andere genders moet je allemaal hebben, want er wordt nu een heel je moet overal maar aan voldoen. Dus echt bizar is het gewoon. Ja, een beetje communistisch. Die hele agenda daar moeten we gewoon vanaf. Ja. En dan is kijk, dan hebben wij ook gewoon betaalbaar gas als we hier vanaf zijn. Heeft Pieter jou al gebeld? Ik heb ooit één keer een telefoontje van Pieter gehad. En? Ja, dat is niet goed voor hem, omdat ik dat nu ga zeggen. Oh, oké. Was het zo slecht? Hij heeft ooit een EPOC in handen gehad. Heeft hij gezegd van dat is een schitterend blad. Mm-hmm. Een van die eerste nummers van EPOC. En daar ben ik hem dankbaar voor dat hij dat wilde zeggen. Dat EPOC een fantastisch blad was. Dus weet je, dat alle sympathie daarvoor. Op een gegeven moment was die lijsttrekkersverkiezing in het CDA met Hugootje. Ook zoiets raars was dat. Maar toen kwam Chris is erbij van Twitter. Een hele, zo'n gekke, homofiele, echt helemaal gek. Maar een journalist, zo zelfverklaard journalist, die werkt volgens mij voor zichzelf en vooral voor zichzelf. Ja. Maar die kan niks. Die was erachter gekomen dat Pieter Omtzigt en de Amerikaanse ambassadeur in Nederland en nog een aantal mensen, zoals Bolkestein, die hebben toen een EPOC aanbevolen, zijn quote, foto. En die waren echt blij met EPOC, vonden het een mooi blad. Dus die ging toen in één keer tegen Pieter Omtzigt een keer dat hij EPOC aanbevolen had, EPOC Magazine. En dat hij dat een mooi blad vond. En toen belde Pieter mij op of dat even offline kon. Echt 's avonds laat of zo, weet ik het. En hij heeft ook een keer in EPOC gestaan. Henk-Jan Prosman heeft hem geïnterviewd. Maar hij zat in het CDA, lijkt mij. Ja, maar kijk, het is ook wel... En het CDA heeft een hele heel strenge lijst. Ja, maar kijk, het is niet zo dat EPOC Magazine anti-Pieter Omtzigt is. Nee, het is, we hebben hem geïnterviewd. Nee, maar ik denk dat het... Hij heeft daarin gestaan. Ik ken het CDA best goed. Ja. Ik heb heel veel... politici geïnterviewd. Trouwens ook Hugo de Jong. Ja, maar dit was jaren, er zat jaren tussen. Hè? Dus ja, Pieter Omtzigt heeft dat aan blad aanbevolen maar toen. De woordvoering van... ik heb wel eens... de woordvoering van CDA zijn heel streng. Dus die zijn... Ja, maar Pieter belde mezelf op. Ja, waarschijnlijk. Als ik het mag zeggen... Ja. Ik denk echt dat de woordvoerders... best voor woordvoerders van het CDA gewoon een mes op zijn keel hebben gezet en jij belt nu op om het eraf te halen. Nee, weet je wat het is? Nee, die hele Chris op Twitter heeft amper tractie. Hij heeft, er zijn 4 likes en 1 ja, retweet. Ik ken hem, het is gewoon helemaal niks. Nee. Het is gewoon een Twitter-account van niks. Je moet nou zeggen. Maar de journalisten en politici trekken zich te veel aan van Twitter. Nu minder, maar een paar jaar geleden was het wel maar extreem. Kijk, Pieter heeft me wel eens gebeld. Maar hij heeft ook in EPOC Magazine gestaan. Dus hij heeft een interview gegeven aan EPOC Magazine. Dat is afgenomen door Henk-Jan Prosman. Dat was allemaal al daarvoor gebeurd. En dan is er nooit iets mis, weet je. Dus dat was allemaal goed genoeg. Maar dan in één keer als zo'n rancuneuze... Twitteraar met een obscuur levensstijl, als die dan gaat twitteren over Pieter Omtzigt die een quote geeft aan EPOC, omdat het gewoon het mooiste blad van Nederland is. Weet je, er zijn niet heel veel mooie bladen. Het zijn allemaal flubbertjes, opiniebladen van niks. Maar EPOC is gewoon mooi. Ja, het is echt een mooi blad. En dat vond Pieter ook zelf. Het is echt een mooi blad. En iedereen die ik ken vindt het een prachtig blad. Ja. Het is echt ook het meest inhoudelijke blad. Het is prachtig opgemaakt. Het is van een goede kwaliteit. Ja. En het is niet voor niks dat Pieter Omtzigt dat hij ook in eerste instantie zei. En Bolkestein en mijn ouders ook. Ja, maar daarom zei ik ook van... Pieter is misschien gewoon een bange man. En misschien net even te bang voor de rol waarin hij zit.
Tuurlijk is het een bijtertje. Tuurlijk kan hij binnen het kartel een soort van terrierfunctie uitvoeren. Maar dat hij FVD en PVV voor uitsluit, dat zit me niet. Of tenminste, de deur zit voor 80% dicht, laat ik het zo zeggen. Het is niet helemaal waterdicht. Dat geef jij zelf ook aan. De politiek is wel echt zo afhankelijk van... Zijn wij gebaat met zo'n bange man? Dus straks stemt 30% van Nederland op hem. Die aanhang heeft hij. Misschien zelfs meer. Ik hou mijn hart vast eigenlijk. Kijk, we weten waar we aan toe zijn met Rutte en Kaag. Gewoon de hel. We weten ook waar we aan toe zijn wanneer PVV en FVD substantieel invloed krijgen op regeringsbeleid. Dat weten we ook. En SGP. En BBB. Maar BBB en Pieter Omtzigt zijn wel de twee grote vraagtekens. Welke kant gaan ze op? En BBB heb ik altijd voor gewaarschuwd. Ik vind dat een paard van Troje. Ja. En Pieter vrees ik voor dat het een hele oprechte man is, maar dat hij gewoon qua ruggengraat net even aan de te bange kant staat. Ik vind haar wel heel leuk hoor. Ja. Dat is zo'n leuk mens. Caroline? Ja. Lientje? Ik zou er wel graag willen kleden, een makeover willen geven. Oké, dat is mijn eerste vraag. Als ik jullie samen zie, dan denk ik van nou, dan moet jij toch wel enig. Een makeover zou ik er wel willen geven. Ja. Ja, die tas van jou vind ik eigenlijk veel mooier. Ja, hij is gaaf, hè? Heel mooi. Ja. Ja, parelmoer. Ja. Gaan we binnenkort mee online? Dan staat hij erin. Ja. Deze tas en andere tassen kleuren in pythonleer, struisvogelleer. Hele mooie, schitterende Italiaanse tassen. Oh, dat is ook leuk. Echt supermooi. Bijkleurende riem in struisvogelleer kan allemaal. Gaan we allemaal voor zorgen. Dus allemaal maat op maat voor u. Wanneer u ook maar, wat u ook maar wil. Struisvogel, krokodil. Hou je van krokodillenleer? Ja. Ik vind het ook mooi. Riemen, tassen, portemonnees. Ja, en natuurlijk ook gewoon alle verzorgingsproducten, schoenpoetsmiddelen, beste accessoires ter wereld, hebben we nog niet eens laten zien, maar dat gaan we ook doen de volgende keer. Maar nu hebben we iets meer damesproducten. Ik dacht, ja, Mariska zit aan tafel, dan kunnen we een beetje meer damesdingen laten zien. Dus wel leuk dan, het heeft niet zoveel zin als Menno een damestasje omhoog houdt. Mag wel, maar... Het ziet er niet uit. Ik heb het Menno nog niet aangedaan. Dus juwelenkisten, mooi intarsia, ingelegd Italiaans hout, volledig Italiaans product. Natuurlijk gaan we met linnen tafelkleden uit Portugal, gordijnen uit Italië en dergelijke aan de gang voor de dames. Dit was de Waanzinbar van deze week. Leuk dat de NS terugbelt, moet ik wel zeggen. Ja, ja, ik ook. Ja. 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 Dus het verhaal was compleet. Er blijven nog steeds dingen openstaan. Dan gaan we voor de volgende keer, Mariska, je komt nog terug. Dus denk ja, ik. Ja, zeker. Ja. Ja. En dan gaan we dat ook alweer ophelderen. Bedankt. Okay, leuk dat je er was. Ja. Bedankt voor het kijken. Registreer je ook op Bluetooth, ons eigen platform. Alle video's die wij maken staan op Bluetooth.studio, omdat wij natuurlijk wel eens een blokje krijgen op YouTube. Maar op YouTube en Bluetooth kunt u al onze dingen zien. Op Spotify kunt u ze als podcast beluisteren. En natuurlijk ook op onze eigen website. Daar staan alle podcasts die u kunt beluisteren. Dus alleen de geluidsweergave van deze uitzendingen. Of je nou in de auto zit of lekker met de strijk bezig bent of het huis aan het poetsen bent, koptelefoon op en lekker Blue Tiger Waanzinbar luisteren met Mariska, met Menno of nog iemand anders. Soms is Willem er ook. Of natuurlijk de serieuze tafelgesprekken. Volgende keer treft u iemand aan over, zijn Imke, die weet alles van bijen. Werkt nou samen met de Universiteit van Leuven, meen ik. Weet alles van de bijenstand en de problemen rond de bijen. En hoe u zelf in uw eigen tuin de bijen kan helpen om bij te blijven en in leven te blijven. Oh, leuk. Ik heb iets van 4 of 5 verschillende bedrijven geïnterviewd die bijen helpen. Ja? Ja, in verschillende landen in Europa. Ja. Dus, en waar ik benieuwd naar ben, wat ik hem wil vragen, is waar hij nou van denkt waar die bijenstand zo problematisch van is geworden. Dus daar ben ik benieuwd naar. Wat de oorzaak is? Ja. Ja, dat er te weinig diversiteit, zeggen ze toch? Ja, dat zeggen ze, maar dat weet ik dus niet. Ja, Want het lag aan Monsanto en toen mocht Roundup werd verboden. Nou, er zijn nog steeds problemen met bijen, maar Roundup is er officieel niet meer. Dus waar ligt dat hele probleem? Ja, in Nederland is natuurlijk te weinig bloemen. Weet ik niet. Ik woon buiten de stad en ik vind dat wel, dat is best wel veel. Maar dat zullen we horen van... Nou, ik ben er benieuwd. Ik ga kijken. Oké. Okay. U ook. Wacht op die uitzending met de Imker. En bedankt voor het kijken naar Mariska en mij. Tot de volgende keer.